op visite bij Mikey Mike, Michael Pilarczyk, op een prachtige locatie. Moet je lachen? Het voelt een beetje alsof we in zo'n film zitten en we hebben ergens een overval gepleegd en we zijn op de vlucht, weet je. En, we zitten hier nu met al die spullen zo. Met, ja, onze buik. Een beetje zo te kijken. Ja. Maar we zitten hier niet in op Ibiza, nee. In je huis. Je bent eventjes in Nederland omdat je net dit weekend een hoe noem je het zelf, een workshop, ja. Een lezing gegeven? Ja, ik noemde het voorheen masterclass, omdat het begon met 10, 14 mensen. En toen was het een klasje, toen werd het klasje groter. En op een gegeven moment hadden we 250 mensen, vond ik het nog steeds wel een masterclass. Ik noem het nu gewoon een live event. Hier komen nu gisteren 1300 mensen. Het is niet echt meer een masterclass. Ja. Wat ik doe is nog steeds wel hetzelfde. Ik vertel hetzelfde natuurlijk, maar het wordt meer een event. Het is een beleving. Daar willen we ook echt naartoe, om er een beleving van te maken. Een soort. Ik heb nu een VJ en die heeft van die geweldige graphics. En we hebben dan echt mega schermen. Ik geloof dat het main scherm 10 of 12 meter breed is en een meter of 8 hoog of zo. Dat is echt, het is huge. En dan drie van die grote schermen, dan zie je die visuals en het licht en het geluid. En dat, ja, doet wel iets met je, weet je, die beleving. Het is meer dan dat ik daar alleen maar sta als een soort poppetje in het theater. Nou, en hoe verklaar je dat het zo snel zo groot gegroeid is? Nou ja, wat is snel? Nou ja, je bent er nog geen 10 jaar mee bezig. Nee, zeker niet. Zeker niet. Als ik terugkijk, dan zijn wij eigenlijk begonnen in november 2014. Deed ik het allereerste eventje. Dus in 3,5 jaar zijn we van bijna nul naar 1300 mensen gegroeid. Dus dat is relatief snel. Waarom weet ik niet hoe dat komt. Maar ik merk wel dat mensen het leuk vinden. En die dat snel doorvertellen. En op het moment dat er natuurlijk 1000 mensen zijn die het doorvertellen, dan gaat het veel sneller dan wanneer je met 10 mensen zit. Ja. Dus je hebt het echt van de mond op mond reclame. Ik denk veel mond op mond. Ja. Mond op mond. Ja. Een beetje Facebook, maar veel mond op mond. Ja. En even voor mensen die niet weten wat jij nu doet. Want ja. Ik praat dadelijk met je over radio. Hè. Het is voor radio.nl. Ja. Jij geeft, hoe mogen we het noemen? Ja, wat zijn het? Tips voor je leven? Of is hoe dat zou een klein... jij het noemen? Ja. Hoe zou ik het noemen? Ik zou het empowerment noemen. Ja. Het bekrachtigen van je goede kanten. Ja. Zo zou ik het noemen. Ja, ik probeer het altijd uit te leggen als... Want ik krijg die vraag heel vaak. Wat doe je nu eigenlijk? Is het een beetje zoals? Want het wordt toch snel vergeleken. Wat ik heel goed kan begrijpen. En dan zeg ik, nou eigenlijk, zoals ik het noem, ik geef les in levenskunst. Ik vind het mooi hoe je de kunst van leven, hoe je op een zo goed mogelijke manier met jezelf en met mensen om je heen kunt omgaan. Dat je een leuk leven hebt op een positieve manier. En daarbij zeg ik ook, ik bedoel dan niet positief denken. Zo van, ik hoop dat het goed komt en ik denk heel positief. Maar echt bewust zijn van wie je bent en waarom je doet wat je doet. En dat je er dan achter komt dat je soms een hele lange periode in je leven dingen hebt gedaan waarvan je je afvraagt waarom eigenlijk. En ik heb gisteren ook uitgelegd, het heeft bij mij echt 40 jaar geduurd, tot zo'n beetje mijn 40ste, dat ik echt tot dat bewustzijn kwam van, waarom heb ik al deze dingen in mijn leven eigenlijk gedaan? En niet dat ze verkeerd waren, maar daardoor, om die zelfreflectie te krijgen, ging ik begrijpen waarom ik het had gedaan. En waar ik naartoe wilde, vooral vanaf nu. Weet je, je kunt terugkijken, maar je moet ook vooruitkijken. Wat wil je nog? Wat zijn je dromen? En ik vind het vooral een bewustzijn. Bewust zijn, bewust leven, bewust met jezelf omgaan. Ik ben veel gezonder gaan leven. Ja, dus we die foto op je Wikipedia-pagina zien. Ja. En we zien je nu. En die vond ik best nog wel goed. Dat is een goede foto. Ja, die heeft William Rutte gemaakt. Vond ik een mooie foto. Maar... compleet ander mens nu. Niet letterlijk ander mens. Ander haar, ander gezichtsvorm. Ja. Je kijkt ook anders met je ogen. Ja. Daar keek je veel gesloten. Dit is denk ik in 2010. Net voor? Denk ik, net zo'n beetje. Die periode. Ja. Volgens mij is het die periode. Of net iets later, maar in ieder geval, het is een tijd terug. Ja. En toen had ik mijn haar al ongeveer gehalveerd. Toen ik op zee zat, toen ik aan het zeilen was, die jaren had ik heel lang haar. En toen had ik het een beetje fatsoenlijk gemaakt. Maar ik was hier nog wel, denk een kilootje of 96. En ik kwam van 106. En ik ben nu 84. Wow. Weet je? Ja. En ik voel me toch wel ook prettiger daarmee nu. Ja. En ik legde dat gisteren ook uit, wat ik je net vertel van... Het heeft voor mij echt jaren geduurd om echt tot bewustzijn te komen. Toen ik
over de 100 kilo was, dacht ik niet, ik ben te dik of ik leef ongezond. Toen ik 3 flessen wijn per dag dronk, dacht ik ook niet, goh, wat drink ik veel. Mijn vrienden waren ook 100 of 120 kilo. Mm. En we gingen elke dag uit eten en we deden leuke dingen. En we genoten van het goede leven. Alleen het was een beetje te goed. En ik begon toen op een bepaald moment wel in te zien dat ik daar iets aan moest gaan doen. Dat dat niet zo gezond was. Ja. Maar op dat moment, als je mij had gevraagd van, denk je dat je daar iets aan moet veranderen? Had ik gezegd, joh, kikker. Lang leven de lol. Ja, 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 ja. Niks aan de hand. Zo ken ik je ook. En dat is een beetje gebrek aan bewustzijn. En ik denk dat wij in onze maatschappij op dit moment heel erg bezig zijn met de buitenkant. De buitenkant van het nieuws en de mensen om je heen, wat ze van je vinden. En in onze wereld zijn we heel weinig bezig met ons innerlijke zijn. En als ik dat zeg, roepen mensen al snel van, oh, het wordt zo zweverig. Dan zeg ik van, ik heb het over jou. Hoe je denkt, waarom je reageert op de manier zoals je reageert. Welke emoties je hebt en waarom je die emoties hebt en hoe je daarmee omgaat. Is dat zweverig? Dan ben jij dat ook. Want dit is, ik heb het over jou, weet je. Het is gewoon wie je bent als mens. Er is niks zweverigs aan. En het is zo fijn als je daarmee om kunt gaan. Ja. Als je daar happy mee bent. Ja. Even terug naar het begin. Yes. Voor de radio rukkers onder ons, ja. waar ik er ook één van ben. Ja, ik ook. Ja, het is toch. Het komt in je bloed, dat radiovirus, ja. En het gaat er nooit meer uit. Nee. Wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met het fenomeen radio? Ik luisterde vroeger. Ik deed aan atletiek. Vrij fanatiek. Ik zat in de Nederlandse ploeg toen ik bij de junioren zat. Dus ik trainde veel. Dat betekende elke dag. Elke middag, elke avond. En dan hadden wij, 's middags en 's avonds, hadden wij vaak op het atletiekveld of in de hal, hadden we de radio aanstaan. Dat was feitelijk voor mij, wat ik me kan herinneren, wel het moment waardoor ik veel radio ben gaan luisteren. En natuurlijk thuis, als ik huiswerk aan het maken was, had ik de radio 's middags aanstaan. En wat luisterde ik dan? Ja, wij weten dat soort momenten allemaal nog heel goed voor de geest halen, weet je. Ik luisterde Robin Albers op maandagmiddag. Bij de AVRO? Bij de AVRO. En ik wilde graag bij Robin mixen op de radio. Dat was voor mij, als je dat zou bereiken, vond ik het gek. Is gelukt. Ik was geloof ik 15. Ik moet wel zeggen, ik had geen idee dat die Albers alleen maar van funk en soul en dance hield en zo. Dus ik kwam met 3 Italo-platen aan. Koto, Visitors en nog 2 van dat soort dingetjes. Ik kwam uit Zoetermeer, Radio Stad Den Haag, alleen maar Italo. En dat vond ik mooie muziek. Mm-hmm. Dus ik ging bij Albers ging ik die 3-maal doordraaien doen met 3 Italo-platen. Ik was een heel groot fan van de Vara. Welke dag was dat? Dinsdag. Dinsdag Vara vond ik echt, verrukkelijke 15 vond ik te gek. De ochtend van de Vara. Wie zaten daar toen? Nou, Holland zat daar toen nog net. Peter Holland, die ging daarna naar Veronica. Rob Stenders zat daar toen. Luc van Rooij zat er volgens mij in die tijd ook nog. Pieter Jan Hagens. Vond ik een mooie dag. Natuurlijk 12-2. Westbroek? Nee, voor Westbroek. Moet je me even helpen? Ja. Dikke bril? Ad Visser? Nee, Vara. Vara. 12-2. Ja, er zitten nu heel veel mensen te kijken die roepen. Iedereen weet het. Ja, ja, ja. Ja, het gaat ons zo in. Erg is dit, hè? Ja. Zo snel word je vergeten. Ja, ja. Ja, Spijkerman. Jack Spijkerman. Spijkerman. Ja, ja, ja. Briljant. Ja. Briljant. Ja, vond ik gek. Ja. En Stennis vond ik echt. Dat is de held, weet je. Hij was de woordkunstenaar. Hij was zo mooi met taal en met mooie liedjes. John Hyatt, Have a Little Faith. Van dat soort liedjes stonden me ineens bij, weet je. Jack and Diane, weet je, echt de Vara-liedjes. Mm-hmm. Nou, en dan op woensdag was het meestal Radio 2. Maar ik was dus een heel groot fan van Ron Flonflon. Jacques Plafond, 5 tot 6 op woensdagmiddag Radio 3. Tegenwoordig 3FM. Ja, vond ik te gek. Met Willemine Kutje en al die gasten. dat vond ik zo mooi. Dat vond ik fantastisch, hè? Want Veronica zat op woensdag op Radio 2. Ja, Veronica zat op woensdag Radio 2. Ja. Dat duurde volgens mij tot 5 uur. Had je Nederland Muziekland van 3 tot 5. En dan het laatste uurtje kon ik nog net naar de VPRO luisteren. En dan had je donderdag natuurlijk de Tros met Mulder. Mulder vond ik te gek. Echt waanzinnig. Ja? Fantastisch. Stem. Oh, die stem. Ja, ja. Ja, het was zo'n karikatuur van zichzelf. Zo dat ik dacht van ja, over de top. Maar ik vond dat wel mooi. En Maat natuurlijk. Weet je, ik vond Ferry met de Soul Show. Dat was echt, ja, dat vond ik.
Daar luister ik altijd naar. Altijd. Iedere donderdagavond. Ja. Altijd. Nam je het ook op soms? Ja, ik nam heel veel op. Ja? Ja, ik denk duizenden cassettebandjes gehad. En natuurlijk de volle vrijdag. Ja, dat luisterde ik. En dat was dus eerst een beetje onbewust tijdens het huiswerk maken. Tijdens het sporten. Nu ik dit vertel, denk ik ook. Ik had natuurlijk echt een radio met knoppen en alles. En in mijn tijd, ik zat op school, ik denk dat ik praat over 1980, 1985, die periode. Mm-hmm. Radio Monique. Mi amigo, maar in ieder geval Radio Monique. Op de Middengolf luisterde ik veel naar. Vond ik te gek. Zaten daar ook grote namen? Geen idee. Ik kan me niet meer herinneren. Ging voor de muziek natuurlijk ook. Ik vond het fantastisch. Nou, ik hield natuurlijk van die radiopiraten. Je had in Den Haag, wat ik net zeg, Stad. Hmm. Stad Den Haag was natuurlijk echt dé zender. Hofstad, Centraal. Vond ik fantastisch. Ja. Toen ontdekte ik dat er illegale piraten waren. In Zoetermeer had je Groeistad. Dat was echt zo professioneel. Groeistad was echt... Ja, hoe klonk dat dan? Goede processing? Ja, die processing was geweldig. Goede muziek. Voor mijn gevoel hele goede DJ's. Ja. Ja, ik vond het fantastisch. Maar echt, het was voor mijn gevoel grote mensenradio. Ik was een guppie natuurlijk. En had je Radio Kuna. En ik begon bij Radio Kuna. Dat was een soort hobbyisme. Maar wel heel leuk om te doen. En toen begon ik met mijn eigen radiostationnetje. Toen ik 15 was. Radio Colossaal heette dat in het begin. En daarna noemde het volgens mij Sky Radio. Ik weet het niet. Ja. Ja. En gewoon vanuit thuis? Ja, nou, bij een vriendje thuis. Oké. Okay. En die mocht dan de zender neerzetten, hadden ze een stentor. Ja. En als wij gingen uitzenden, dan lag de straat plat natuurlijk. Dan kon je echt geen televisie meer kijken. Ja. Maar we hadden dat kleine zendertje en dan gingen we naar het winkelcentrum om spotjes te verkopen voor 50, 60 gulden in die tijd. En dan hadden mensen geen spotje en zeiden, ik kan een commercial voor je inspreken, kost nog een keer 60 gulden. En binnen no time verdienen wij honderden euro's of gulden toen. Dat is echt honderden gulden. 5, 6, 700 gulden, 1000 gulden per maand. Voor de spotjes? Spotjes. Die je insprak? Die wij uitzonden. En die je uitzond. De radio, voor wat het waard was. Ja. En later toen ik dus bij Kuna ging werken, ging het volgens mij echt om duizenden. Duizenden. Ja? Groeistad was echt gewoon business. Daar leefden mensen fulltime van. Maar het was illegaal. Het was illegaal. Dus het werd uit de lucht gehaald, continu. Ja. En... ja, toen hield Kuna zo'n beetje op te bestaan. Groeistad hield op, want we hadden Van Empelen. Van Empelen was de man van de radiocontroledienst. Ja, die had zo'n razzia op alle piraten bij ons in de buurt. Dat was gewoon no-go. Weet je, dat ging niet meer. Toen ben ik nog in Den Haag terechtgekomen. Uiteindelijk ben ik naar Freewave gegaan in Leiden. Freewave heb ik tijd gedraaid nog. Welke tijd deed je toen, weet je dat nog? Was het in ieder geval qua uren? Horizontaal? Ik weet het niet meer. Volgens mij... Ik ging toen op de Brommer uit Zoetermeer naar Leiden en met de bus. Ik denk dat ik het weekend deed, 2 dagen en 1 avond in de week of zo. Freewave hield ook op. Chris de Waard was daar toen de eigenaar. Alles werd uit de lucht gehaald. En uiteindelijk, toen ben ik maar bij de lokale omroep gaan werken in Zoetermeer. Ja, dat was natuurlijk een soort van terug bij af. Want bij de Piraat was alles cool en stoer. En ja, je kwam ineens in een soort NOB-setting. Met wel professionele apparatuur, maar allemaal regeltjes en gedoe en bureaucratie. En, nou ja. En toen kwam ik terecht bij, ik weet niet hoe het heette, Extra 108 of zo. Dat was in Amsterdam, denk ik. Ja. Maar je had in Rotterdam, had je niet stadsradio, maar je had iets op de Groene Hillendijk. En dat was echt heel professioneel, maar echt super. En daar draaide Jan de Hoop. De man van Kink FM. Later. Of bedoel je Jan de Hoop? Jan de Hoop van de RTL 4. Van het ochtendnieuws. Ik zit in de war met andere Jan. Ja, nee, Jan van het ochtendnieuws. Ja, ja. In Rotterdam. Mm-hmm. En had je daar een klik mee? Of? Nee, helemaal niet. Ik wist niet eens wie die man was. maar ik ging daar programma's maken na hem. Dus hij hoorde, hij zag mij binnenkomen. En dan hoorde hij mij de eerste paar dingen roepen. En er was iets waarvan hij dacht van, en ik weet nog wel dat hij toen tegen me zei, waarom praat jij zo raar? Praat zo raar. Ja, ik vond dat hij ook raar sprak. Ik zei, hij praat helemaal niet raar. Hij zegt, ja, je praat helemaal zo. Terwijl als je gewoon met me praat, praat je best wel leuk. Maar als de microfoon op gaat, dan heet het toen Michael Prins. Hij zegt, dan ga je ineens zo praten. Dat klinkt toch heel gek, zo praat je toch niet. Ja, die gozer die spoort niet, weet je.
Hij zegt, joh, geef me maar eens een bandje mee. Neem maar eens een bandje op en dan ga ik dat eens even leuren. Als ik in de auto zit, luister ik dat wel. En als ik dan volgende week er weer ben, dan zou ik wel vertellen wat je niet goed doet. Ik denk, nou ja, ik begreep inmiddels dat hij nieuwsradio deed bij Veronica. Ja. Ja, weet je. Ja. En hij heeft mij toen echt wel een paar maanden gecoacht. Heeft hij echt continu gezegd van, joh, doe maar een bandje. Dan zei hij, nou, het is echt helemaal ruk, het is helemaal ruk. Vond je dat niet kut dan? Nee. Nee? Want ik begon wel in te zien dat hij wel een soort van gelijk had. Mm. En ik wilde niks liever dan bij Veronica werken. Ja, natuurlijk. Dus ik moet wel goed worden. En nou, volgens mij, ik weet het niet, hij is daar denk ik verdwenen, ik ben daar verdwenen. Maar hij heeft mij in die beginperiode wel geleerd van, je moet niet zo praten. En je moet niet allemaal Jeroen van Inkel of Wessel van Diepen willen naspelen. Je moet jezelf zijn. Je moet jezelf zijn en je moet vriendelijk zijn. En ik vond de manier waarop hij radio maakte waarschijnlijk veel te truttig. Ik wil natuurlijk cool en stoer. Maar hij heeft me wel echt de belangrijkste aanzet gegeven om mezelf te zijn. En om niet met het rare toontje te praten. Hmm. En toen durfde ik mij niet bij Veronica aan te melden, te solliciteren met een bandje. Durfde ik echt niet. Maar dat was in de periode dat Radio 10 begon. Cable One was net begonnen. Ja, met 88 of zo. Ja, 88 Mulder die zat daar met Van Someren en Dekker. En Van Someren en Dekker gingen weg. Die gingen naar de Tros. En toen hadden ze acuut mensen nodig. Ja. En blijkbaar heb ik net op dat moment een bandje gestuurd. Jeroen Soer, die was de directeur. En Ferry was toen programmaleider. Ja. En ik stuurde dat bandje naar Ferry Maat. En wat ik nu heel vaak ook gebruik in al mijn masterclasses, wat ik uitleg aan mensen, is, ja, weet je moet opvallen. Je moet anders zijn. Ja. Mijn leraar zei later van, je bent of de eerste, of je bent de beste, of je bent anders. Ja. Als je anders bent, val je op. Elke keer ben je niet de beste, je valt op. Ja. En dan krijg je aandacht. Toen dacht ik van, ja, hoe ga ik nou opvallen bij Ferry Maat? Ja. Ik moet dus niet een bandje maken met de top 40. Ik was inmiddels natuurlijk fan van Lex geworden. Ik luisterde naar de top 40 die Lex Harding toe presenteerde. Ik dacht, dat moet ik niet nadoen. Ik had me wel verdiept in Ferry Maat. Ik dacht, ja, soulmuziek, jazzmuziek. Ik moet iets doen wat heel erg opvalt. Waar hij van houdt. Een beetje last van droog strot. En toen heb ik een bandje opgenomen met Oscar Peterson. Met Keith Jarrett. Met Monty Alexander. En heel veel van die, nou, bijna neurotische jazz-piano-muziek. Ja. Want je wist dat hij daarvan hield? Ik wist dat hij daarvan hield. Ik hield daar ook van. Okay. Ik speelde piano en ik hield zelf van jazz. Ik deed klassieke piano's, dat studeerde ik. Want dat is iets, ja, wat moet ik gaan doen na mijn school? Ik wilde bij de radio, ik wilde iets met muziek. Dus ik wilde naar het conservatorium of de filmacademie. Dus ik speelde zelf jazzmuziek. Okay. Dus het was wel mijn affiniteit. Ja. En van Ferry ook. En van Ferry. Ja. Dus ik had dat bandje gemaakt, ik stuurde dat op. En ik weet nog, hij belde op donderdag, ik had het woensdag gestuurd, donderdagmiddag werd ik opgebeld. En mijn oma die woonde bij ons thuis, en die nam de telefoon op en die zei, ja, ik heb Ferry Maat aan de telefoon. En echt, Pet, het was, ja. Ik was 18. Fantastisch. En we hadden nog zo'n grijze telefoon met zo'n draaischijf, ja. En ik moest die telefoon oppakken. En ik kon niks zeggen. Nee? Ik nam hem op en ik kon niks zeggen. Hallo, met Ferry Maat. En begon ze een heel verhaal te vertellen. En ik kon niks zeggen. Ja, en, we zoeken nog iemand. En zou je maand kunnen beginnen? En kun je morgen langskomen? En, wow. En ik kon niks zeggen. Nee. Dus, ja, morgen. Goed. Hondhorststraat 10, Amsterdam. Oké, ik ben er. En toen ben ik de volgende dag naar de Hondhorststraat gegaan. Heel mooi pand in Amsterdam. En ik zat daar, ja, een bandje geluisterd. En die dikke Soer die zat er ook. En ik had wel een klik met die gast. Ik vond het wel mooi. En toen zei Ferry, kun je maandag beginnen? Ik zei, nou ja, ik begin maandag bij de school voor journalistiek. Want het conservatorium had ik niet gehaald. Ze vonden me niet goed genoeg. Filmacademie was ik aangenomen. Toen dacht ik, ja, filmacademie. Ik word niet de nieuwe Spielberg. En ook niet nieuwe Jan de Bond. Misschien moet ik dat maar niet doen. En ik had me als een soort backup plan had ik me ingeschreven voor journalistiek. En toen werd ik aangenomen. Toen moest ik maandag beginnen in Utrecht voor journalistiek. En ik zou dus maandag mogen beginnen bij Radio 10. Van 11 tot 2 s'nachts. De slaapmuts. Ik zei, ja, natuurlijk, ik ging het doen. Ja. Ik vond het geweldig. Ja. Er waren een paar dingen die zo overweldigend waren voor mij.
Ik had er nog nooit over nagedacht dat dat werk was. Ik wilde plaatjes draaien. En toen zeiden ze, ja, je krijgt een salaris van 1600 gulden per maand. En ik viel echt stijl achterover natuurlijk. Dus ik kwam thuis. Ik zei, nou ja, oma en mijn moeder waren thuis. Ik zei, joh, ik ben aangenomen. Ik mag maandag beginnen. Ja, ik ga gewoon van 11 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts radio maken. Nou, dat is helemaal paniek. Ja, je moet naar school. Ik zei, ja, dat is pas om 8:30 's ochtends. Ben ik wel weer in Utrecht op school. Ik zeg, moet ik alleen wel jouw auto lenen. Anders ga ik het niet redden. Ze dus krijg ik de auto van mijn moeder. Ik zeg, maar ze gaan me ook betalen. Ik krijg gewoon geld. Nou, dat vond ik echt... Wonderbaarlijk. Ja, wonderbaarlijk. Maar dat heb ik dus best bijna een jaar volgehouden. Ik ging naar school. 8:30 zat ik in Utrecht op school. Dan zat ik meestal tot 4:30 op school. 4:30, 5:30. Reed ik door naar Amsterdam. At ik bij Radio 10. Patrick Kraakman deed er toen, weet ik veel, muziek. Nou, je had nog niet een music director. Wow. Nee, hij deed eigenlijk het archief. De cd'tjes en de ja. platen hadden we toen nog. In dat hok beneden in de kelder zetten en op nummertje. Moest je nog de groeten doen van? Wat leuk. Ja. En dan zat ik, nou ik kwam aan, ik ging eten, vaak met Patrick of met Ger of met die jongens die er zaten. Hanno Dik, Roderick Velo. En dan was het daarna muziek uitzoeken, was je 3 uur lang, was je playlist aan het samenstellen. Zelf. Wat ik wilde draaien. Ja, gaaf. Maakte niet uit. Ja. Vage B-kantjes, LP-tracks, alles. Ja, ik mocht echt alles draaien. Ja. En dat was ook de dag dat ik begon met roken. Want toen zei Ger van der Brink, God hebben zijn ziel, die zei, wil je een sigaret? Ik dacht, ja, ik rook helemaal niet. Maar ja, ik was toch wel zenuwachtig. Ik dacht, nou, doe maar. En toen zei hij, hoe moet ik jou aankondigen? Hoe heet je op de radio? Ik dacht, ja, hoe heet ik eigenlijk op de radio? Ik heette altijd Michael Prins. Dat was mijn radionaam. Ja. Voor de piraten ook. Voor de piraten. Ja. Ja. Maar toen gebruikte je niet je eigen achternaam. Nee, hè? Dat was, ik weet eigenlijk niet waarom. Nou, dan konden ze je pakken, toch? Misschien omdat het illegaal was. Maar het was denk ik ook omdat het stoer was om een andere naam te hebben. Ik weet het niet. En toen, ik weet nog, het was 11:02. Ik zeg, gewoon zoals ik heet. Hoe heet je dan? Pilatschik. Wat? Ja, Michael Pilatschik. Nou, nu hebben we Michael, nou ja, nog wat. En vanaf dat moment had ik die naam. En toen begon ik bij Radio 10. Ja, en... Wie werkte er nog meer in die tijd? Je zei net al Hanno Dik. Ja, Hanno Dik, Roderick Velo, Ger. Maar Rob van Zomer en Daniel Dikker waren... Die waren net weg dus. Ja. Die waren echt, denk die week daarvoor, weg. Ja. En daardoor was er van alles verschoven. En kwam... Keur zat daar. Eddie of Keur. Eddie Keur kwam later, denk ik. Ja. Eddie Keur kwam later, toen zat ik er een tijdje. Ja. En dat heb ik maand of 8-9 gedaan. Ja. Het zat niet op FM toen, hè? Dat was nee, kabel alleen. Ja. Krijg je wel een beetje respons van mensen? Joh. Ja? Ja. Je toch goed beluisterd? Ja, joh. Dat was spannend natuurlijk. Het was geweldig. Ja. Ik had ineens een nieuwe vriendin. Ik had mijn auto voor de deur geparkeerd op de auto van mijn moeder. Wist ik wel. En ineens zat er een kaart achter mijn voorruit van een meisje. En daar had ik mee afgesproken. En er ineens een soort van relatie mee. En een soort van fans. Ja, leuk. Ja, voelde gek. Maar dat hield op dus na 9 maanden. Waarom? Ik werd gebeld door Veronica. Cool. Want toen begon RTL Veronique. En Jos Bergen-Henegouw ging weg. En dat was dé stem van Veronica, samen met Alfred Lagarde. Ja. En ze hadden geen stem meer bij Veronica. Juist. Lex Harding ging Veronique oprichten met een aantal mensen. Eigenlijk natuurlijk met de mensen van Veronica. Ja. Toen werd jij zenderstem van Veronica? Ja, toen werd ik station voice van TV2. Ja. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook een verhaal. Want ik kwam uit Zoetermeer. Semi Den Haag. Ger ook trouwens, van de Brink. Wij spraken best Haags. En ik sprak echt wel Haags. Dus toen moest ik bij Veronica de eerste promo's inspreken. En Dolly van der Akker, de ex van Lex, die was toen hoofd HCK. Die ging over die promo'tjes. HCK? HCK, hoofdcontrolekamer. Oh. Dus alle vanavond bij Veronica op TV2. Ja, ja, ja. Dus ik ga zitten, ik moet dat inspreken. En nou, vanavond bij Veronica op TV2. En ze zegt, wat zeg je nu? Wat zeg je nu? Nou, het staat er toch. Vanavond bij Veronica op TV2. Married with Children en weet ik veel, Harry en de, weet ik veel hoe het allemaal heet. De Pin-up Club. Pin-up Club. Hij zegt, het is vanavond bij Veronica op TV2. Ik zeg, dat zeg ik toch. Vanavond bij Veronica op TV2.
Ik kan niet eens meer zo slecht als toen. En toen zeiden ze, je moet op logopedie. Ik zeg, wat? Wat nou? En ik begon daar dus bij Veronica. En ik had met een ongeluk, had ik al mijn voortanden waren allemaal afgebroken. En ik had geen hoektanden, dus mijn gebit was één groot drama. En ik had, toen ik kleiner was, altijd gezegd, nou, laat maar, het maakt me niet uit, weet je. Daar hoef ik niks aan te doen. Maar het was echt een groot drama. En toen ik die kans kreeg om te gaan werken bij de radio, dacht ik, het is misschien toch handig om daar wat aan te doen. En daar, het is allemaal nep, dus dat weet niemand. Maar allemaal stiften in te zetten en een brug. Maar daar had ik een beugel voor nodig, 2 jaar lang. Dus de dag dat ik begon met radio, professioneel radio, had ik ineens allemaal van die plaatjes en een beugel. En toen zei ik, gewoon niet meer praten, jongen, pijn in mijn bek, niet normaal. Dus lekker. Dat had ik. En ik sprak Haags. Ja. Ik denk dat ze toen bij Veronica wel zoiets hadden van, holy fuck, wat hebben we gedaan? Ja. En nou, dat ben ik gaan doen. Ik ben logopedie gaan doen. En uiteindelijk ben ik, ik weet niet hoe lang, 2 jaar de station voice van Veronica geweest. Ja. En als je dat terug hoort nu, denk je van, hoe kunnen ze dit ooit hebben aangepakt? Het was echt heel slecht. Ja? Ik vond het heel slecht. Heel slecht. Ja, misschien ben je wat kritisch op jezelf. Ja. Ik ken dat. Nee, het is heel slecht. Dat heb je, lees ik in je Wikipedia video, dat heb je een jaar of 3, 4 gedaan. Mm-hmm. Ja. Je deed ook, wanneer ging je de eerste radioprogramma's bij Veronica doen? Wel vrij snel daarna. Ze zeiden ook, voorlopig ben je niet goed genoeg om radio te maken. Oh. Dat wilde ik natuurlijk wel. Ja. Dat ben je niet. Daar moet je nog echt wel veel voor oefenen. Ik wilde heel graag bij Club Veronica, maar dat mocht dan weer niet, want daar was ik dan weer... Ja, nou ja, ik werkte al bij Veronica, dus ik kon niet meer bij Club Veronica. Maar ik was natuurlijk de leeftijd van de clubkids. Ja. Dus het leuke was, ik hielp die clubkids met spotjes maken, weet je, met bandjes, dingetjes maken, ja, bedjes maken. Dat vond ik hartstikke leuk. Ook met Kijk in de Vecht in die tijd? Die heeft daar ook nog gezeten? Al die jongens in die tijd. Ja. En wanneer ging ik radio maken? Bart ging vrij snel, Bart van Leeuwen ging toen bij, ik weet niet hoe het heette. RTO. Rock Radio, Rock Radio zal het geweest zijn. Bart ging weg bij Veronica. Ja. En toen ging ik... Mijn eerste programma was het Zwarte Gat. Ik ging het Zwarte Gat presenteren bij... dat was al toen was Bart, denk ik nog wel. Zondagmiddag. Ja. 12:02. En daarna deed Alfred met Maya Radio Romantica. En ik ging... dat heb ik lang gedaan, het Zwarte Gat. De hele periode dat ik bij Veronica heb gewerkt... heb ik Zwarte Gat gepresenteerd. Dat was een soort spiritueel programma? Ja, dat was heel spiritueel. Ja. Gewoon een paranormaal programma. Ja? Dan kwamen echt waarzeggers. Waarzeggers, tovenaars, heksen. Leuk. Alles. Op welke zender werd dat uitgezonden? Radio 5. Op 5, ja. En, het is wel een fenomeen geworden, het Zwarte Gat, ja. Het was natuurlijk waar ik van kleins af aan al mijn interesse had. In geesten en een andere wereld en andere dimensies. Ja? En ja, bovennatuurlijke dingen... Weet je, telepathie, al die dingen. Waar komt dat vandaan? Die heb ik altijd gehad. Ja? Heb ik altijd gehad. Iets met je vader of moeder? Die nee, toen ik klein was... voor de radiomensen heel zweverig. Maar toen ik klein was, hoorde en zag ik allerlei dingen die er niet bleken te zijn. Omdat andere mensen ze niet zagen en waarnamen, dacht ik ineens van oké, dan is het blijkbaar niet normaal. En toen ik daar heel veel over begon te spreken, ook met mijn ouders, dachten mijn ouders van ja, weet je, dan moet hij maar naar een psychiater, want er is iets niet goed met hem. En vanaf dat moment dacht ik, joh, ik praat er niet meer over, weet je. Dat is gewoon not done. Ja. Maar ik wist soms wat er ging gebeuren. Of ik voelde aan mensen dingetjes. Of als iemand hoofdpijn had toen ik zo'n klein ventje was, zeiden ze, ah, leg je handen even op mijn hoofd. En dan gaat het vaak weg. En dat bleek dus ook zo te zijn. Als ik dan mijn handen op het hoofd van iemand legde, dan zeiden ze, ah ja, ja, na een minuutje was het weg. Ja, nou. Maar ik was een kind, dat maakte het uit, ik vond het wel leuk. En toen kwam ik in aanraking met echte waarzeggers en paragnosten en... Hocus pocus figuur ook. Dan dacht ik, joh, ja, er zit een P in je naam en een K. Het eindigt op ik. Ja. Dat ik dacht van, nou ja. Maar ik heb daar heel fijn gewerkt met André Grote. André Grote was toen een van de paragnosten en Egon Massing. En Egon is sindsdien mijn levenscoach. Hij was de getuige op mijn huwelijk toe. En is nog altijd mijn coach. Ik spreek hem nog elke week. Cool. Al 30 jaar. En ik lees, je bent ook nog naar Amerika geweest om daar iets te doen. Ja. Echt een, want in Amerika kun je gewoon... kun je radio studeren. Ja. Dat is gewoon een vak. Ja, te gek. Nou, dat was natuurlijk in de tijd dat
Veronica was een publieke omroep. En wij werkten niet bij Veronica. Althans, toen misschien wel. Nou ja, je had een 11 maanden contract, noemden ze dat toen. Hè. Je mocht niet in vaste dienst. Of 12 maanden, dus je kreeg een 11 maanden contract. Dan moest je er even uit. Moest je er een maand uit. Mocht je niet komen, mocht je niet op de radio, mocht je niks doen. En dan moest je je vakantie opnemen. En dan krijg je wel betaald voor 12 maanden. In 11 maanden moest je een maand weg. En na een maand kon je terugkomen. Dat was toen de eerste keer. En toen was Lex de baas al. Toen zei ik, ja, wat is dit nou weer raar? Dus moet ik een maand weg? Ik zou eigenlijk wel naar Amerika willen. Maar dan ga ik liever 2 maanden weg. Of 3 maanden. Vind je dat dan goed? Maar dan wil ik natuurlijk wel terugkomen. Toen ben ik volgens mij 8 of 10 weken ben ik naar San Diego geweest. Om mijn Engels te verbeteren ook. Want ik deed toen voor het popjournaal deed ik alle interviews. Okay. Met al die grote artiesten bij Countdown, televisie, deed ik de radio interviews voor popjournaal. Ik dacht, nou, dat is wel goed voor mijn Engels ook. Want het was dat niveau dat ik dacht van, kan wel beter. Dat was bij de UCLA? Ja. Toen ben ik in San Diego gaan studeren. En een van de vakken was radio. Ja? Oh, radio. Wat leren ze je daar dan? Ja. Radio. Echt? Ja. Hoe je een introotje moet volgen. Ja, gewoon hoe het werkt. Interviewen. Techniek. Weet je wat je misschien bij het NOB ook wel leerde? Van hoe bandjes werken, hoe je jingletjes maakt. Ja. Hoe je interviews doet. Mm-hmm. Hoe het technisch werkt, maar ook inhoudelijk natuurlijk. En dan ga je kijken van hoe werkt het in de praktijk. Ja. Gingen we ook naar radiostations. Gingen we kijken. Voelt gek. Ja, super inspirerend. Ja, dat was het. KGB 101. Nou, dan gingen we daar naartoe. Dat vond ik fantastisch, joh. Ja, zag je daar een grootheid? Geen idee. Nee. Geen idee. En dan hebben we het over 1990. Ja, dit is volgens mij 1990 geweest. Ja. 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 En wanneer mocht je op het grote Radio 3? Was dat, dat zal waarschijnlijk eerst 's nachts zijn geweest. Mm-hmm. Of was het meteen overdag? Ja. Het ging vrij snel toen. Want er werd heel veel geschoven in die tijd. Dekamp ging weg. Ging naar de TROS. Ik weet niet meer, Curry was weg, Theekamp. Er was ineens ruimte. Ja. Stenders deed natuurlijk met Van Inkel, Stenders en Van Inkel. Mm-hmm. En Bart ging weg. Ja. Dus ik kon en 's nachts al wat de nacht gaan doen. En ik ging Goud vanuit doen. Op Radio 2? Op Radio 3. Op 3? Op Radio 3. Inkel deed ook Goedemorgen. Bessel deed 12-3. Ja. En ik ging 9-12 doen. Ja. Op de volle vrijdag. 4 miljoen luisteraars. Wauw. Hoe is dat? Nou ja, ik had natuurlijk nog nooit van luistercijfers gehoord. Maar Lex was daar vooral mee bezig. Mm-hmm. En toen hoorde ik een keer dat ik 4,1 miljoen luisteraars had. God. En ik deed op Radio 2, ik deed alle programma's die niemand wilde doen. Ja. Hans Mont, die stopte toen. Hans Mont, die deed Muziek terwijl u werkt. En die stopte daarmee. En toen mocht ik en Muziek terwijl u werkt gaan doen op Radio 2, 9-12. En Goud van Oud op Radio 3. En Muziek terwijl u werkt had ik nog meer luisteraars. Bijna 4,5 miljoen luisteraars. Ja. Op Radio 2. Ja, dat was natuurlijk niet veel anders. En dan draaide je echt ABBA. Ja. En dan een soft top 40 plaatje. Ja. En dan kon zo ook maar even James Last of André Rieu voorbij komen. En dan weer een of andere Blue Diamonds. En dan weer iets uit de top 40. Dat koos je niet zelf? Nee, dat stelde Hans Mont samen. En Goud vanuit mocht ik zelf samenstellen. Ah, heerlijk. Dat vond ik geweldig. Ja. Je werd natuurlijk ook geplucht. Ja. Heb je daar nog een sappige anekdote over? Ja, dat ik natuurlijk, wat jij waarschijnlijk ook had, dat je op een gegeven moment de hele muur thuis vol had staan met cd's. De hele muur was cd's. Ja, iedere week kreeg je een doosje. Een doosje? Ja. 4 van die plastic tassen. Ja. 4 tassen. Ja. En ik stelde natuurlijk niks voor. Wow, ik was een veentje. Nou, je bereikte toch 4 miljoen mensen. Ja, maar ik draaide geen nieuwe muziek. Oh, en Goud van Oud was alleen oud. Goud van Oud was alleen maar oud. Ja. Muziek terwijl u werkt was alleen maar oud. Ja. Toen deed ik op Radio 2 Terug in de Tijd van 2 tot 3. Ja. Ik deed op donderdagavond Radio 2 De Hits van met Atje Bouwman. Hm. Toen deed Erik de Zwart Listen to the Music. Dat was ons hobbyavondje eigenlijk. Mm-hmm. En ik deed natuurlijk Over de Nacht met Stenders samen. Mm-hmm. Of met Diepen. Met Floortje nog gedaan. Daarna ben ik ook Goedemorgen gaan doen van 5 tot 7. En dan werd het weer omgedraaid. Dus ik draaide eigenlijk niet zoveel nieuwe muziek. Ik kon geen hits maken. Maar ik mocht wel
bij de alarmschijfverkiezing zitten. Ja, dat is voor die ploeg is ook belangrijk. Maar weet je nog iets wat je alarmschijf, dankzij jouw alarmschijf geworden is? Of Losing My Religion kan ik in die tijd herinneren, dat is 1990. Ja, ik heb er eentje echt mogen kiezen wel een keer. Toen waren alle DJ's weg en er was niemand en ik was alleen. En wat gaaf. Ja, toen mocht ik hem kiezen. En ik had wel een soort van functie die belangrijk was, denk ik. Er komt heel veel boven nu met jou praat, merk ik. Ik verving Erik bij de Stichting Top 40. Voor de tipparade kiezen en zo. Ja. Ik stelde met Paul Schouwenaars en met die mannen de tipparade en de Top 40 samen. Wauw. Dat is wel belangrijk voor pluggers. Erik deed dat namelijk altijd, maar Erik had steeds meer ander werk. Dus ik zat daar vaak met Paul Schouwenaars, die directeur Top 40 was toen. Ik weet niet hoe die mensen allemaal heet, hele aardige mensen die daarbij betrokken waren. Ja. En dan was ik daar namens de DJ's als afgevaardigde. En dan stelden we de tipparaden samen en dan kozen we welke platen nieuw binnenkwamen. En werd uiteindelijk op donderdag werd de alarmschijf gekozen natuurlijk met de jobs. Ik weet nog wel dat ik een keer met Stenders een plaatje koos van wij vonden de Black Rose, vonden we echt helemaal fantastisch. Remedy. Ja. Ja, we hebben een plaat gekozen een keer, die kwam op 39 binnen en die ging de naam ook weg. Ja, oh jongens, Lex boos. Ja. Was ook niet slim, weet je. En ik weet niet meer precies hoe dat ging in die tijd, maar ik weet nog wel dat ineens Piet Veerman was alarmschrijf met Sailing Home. Ja. Daar wordt van beweerd dat dat een gekochte alarmschrijf is. Ik weet niet of het gekocht is, ik weet het niet. Dat zegt men, dat is de legende. Hè? Dat Piet, Volendam heeft daar allemaal aan bijgelegd. Is het de nummer 1 geweest in de top 40? Ja, dus dan is het toch wel een hit. Ja, maar daar kan jij dus niks van herinneren. Je hebt nooit steekpenning. Ik heb nooit geld gekregen. Nee. Nee, wel cadeautjes natuurlijk, reisjes. En, veel te veel cadeautjes. Ja. Ja, veel te veel cadeautjes. Ik weet niet of daarna, ja misschien wel. Ik weet niet of er geld is betaald ooit. Ik weet wel, en dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat Jaap Buijs natuurlijk in Volendam, die ongeveer de hele muziekscene daar wel controleerde en regelde. En dat was een goede kennis of een goede vriend, hoe je het wil noemen, van Rob Oud. Dus ik denk, als er werd gebeld van, joh, je moet Tol en Tol met Eleni of Piet Veerman kiezen. Ik denk dat Rob dan wel zei dat de keuze min of meer voor die week wel bepaald was. Zo wat. Ja, maak het uit. Weet je, bijna al die platen zijn op 1 gekomen. Ja. Onze Black Rose niet. Nee. Prachtig. Ik heb met Rob nog wel meer van dat soort plaatjes gestemd. De Banderas met This Is Your Life herinneren. Ja. Wat een fantastisch nummer. Het is natuurlijk ook nooit een hit geweest. Meer van dat soort liedjes. Ja, allemaal. Je had niet eigenlijk Super Channel op tv. Ja. Kwamen die clips voorbij. Ja. Even een sprongetje vooruit in de tijd. Want jij bent ook degene die de allereerste plaat draaide bij de opening van Radio 538. Ja. Dat was een nummer uit de 60's of zo. Ja. Wat kun je daarvan herinneren? Die sprong van Veronica naar 538. Heb je getwijfeld? Dacht je van, moet ik dat wel doen? Of nee? Want dat was spannend. Samen een radioshow oprichten. Ja. Maar je ging van FM met 4 miljoen luisteraars naar de kabel. Ja. In eerste instantie. Iets wat wij ons denk ik niet goed hebben gerealiseerd in eerste instantie. Gewoon niet. Misschien niet bewust van geweest. Kijk. Het was een bijzondere periode. Lex was natuurlijk betrokken geweest bij de oprichting van Veronique. Samen met een aantal mensen op de achtergrond. Mijn schoonvader was daarbij betrokken. Mijn schoonvader was de voorzitter van Veronica, Wouter Bordewijk. Was de advocaat ook van Veronica. En was uiteindelijk ook de advocaat van RTL die ervoor gezorgd heeft dat het allemaal contractueel met de politiek geregeld is dat die zender er kwam. Toen kwam Lex terug bij Veronica. En niet iedereen nam dat Lex heel erg in dank af dat hij was weggegaan. En ik weet niet wat er allemaal speelde. Er is een hoop gebeurd in die tijd. En Lex kwam met het idee en die zei, wat zouden jullie ervan vinden? Ik begon met een gedachte. Hij had een idee. Wat zouden jullie ervan vinden? Dat we een eigen radiostation zouden beginnen. Dat je elke dag plaatjes kan draaien. Ja. Daar deden wij het toch voor. Tuurlijk. We hadden woensdag was leuk. Vrijdag, volle vrijdag was leuk. Maar toen werd Radio 3 ineens horizontaal geprogrammeerd. Ook nog, ja. 3 zou horizontaal worden. Wij verloren onze woensdag. Wij gingen naar de zaterdag met Veronica. Ja. Alleen Jeroen zou 5-6 horizontaal gaan doen. Ja. En wij zouden achterblijven met de zaterdag. Dat was, weet je, dat was it. Ja, dat was het, ja.
Ik wilde elke dag radio maken. Hoe oud was ik? 1, 22 jaar? Ja. Erik was natuurlijk radiofiel. Wij hadden natuurlijk zulke gedreven mensen. Ja. Dan komt Lex ineens met het idee, eigen radiostation. Waarom mag ik niet? Ja, weet je? Precies. Ja, en toen, ik denk, ja, we hebben er helemaal niet over nagedacht. Ja. Iedereen was committed om met het plan mee te gaan. Ja. Even kijken, dat was 92. Ja, en ik denk ergens in 92 is dat ontstaan. Dan hadden we geheime bijeenkomstjes in de WPM'tjes, weet je, van die kleine jingle ruimtes. Ja. En dan ineens zaten Lex en Erik en Wessel en Wil Luikinga, die zaten daar ineens. Hoezo? En toen is dat plan uitgewerkt. Zou het eerst nog anders heten dan Radio 538? Ja, zeker. Wat waren, weet je nog? Nou, wat er gebeurde. Wij hadden wel onze commitment gegeven aan Lex van, wij gaan weg. Ja. En ik weet nog wel dat mijn contract afliep en Erik's contract liep af. En dat we ongeveer op dezelfde dag met z'n allen zeiden van, we stoppen en we komen niet terug. Wat natuurlijk achteraf gezien misschien helemaal niet zo eerlijk was naar Veronica toe. Ja. Maar ik denk dat wij emotioneel een soort iets hadden van, ze hebben ons Veronica afgenomen. Het gevoel, de liefde die wij voor Veronica hadden, want Veronica was voor mij echt mijn leven. Mm. Het was alles. En er was zo'n soort gevoel van onrechtvaardigheid, van het wordt van ons afgenomen, het is van ons afgenomen. En toen zijn we opgestapt. Ja. Wat natuurlijk voor Veronica echt een drama was. Heel veel mensen, hè? Behalve Van Inkel, die bleef. Ja. Nou ja, Inkel zou ook meegaan. Ja. Ik ging weg, Wessel ging weg, Erik ging weg. Ja. Bart was al weg. Stennis was al weg. Ja. Bart was al weg, dus de hele dag was van de een op andere dag weg. En Gijs was net nieuw. Ja. En Jeroen ging op het laatste moment niet mee. Omdat? Om zijn eigen redenen, weet ik niet. Hij dat horizontale uurtje natuurlijk al had. Hij had natuurlijk een horizontaal uur. Hij had een relatie, had een nieuw huis gekocht, TV. Volgens mij. Televisie, hij deed Top 40. Ja. Of Countdown deed hij in die periode. Hij had een bepaalde zekerheid en ze boden hem een astronomisch bedrag. Hmm. En ik kan me goed voorstellen dat hij daarvoor de overweging heeft gemaakt om te blijven uiteindelijk. Ja. Maar wij zijn meegegaan. Ja. Wij gingen met Lex mee. En met het avontuur. Radiopioniers. Ja. En achteraf, ik had het nooit anders willen doen. Nee. Het moest er ook van komen. Want je had Power FM in die tijd. Ik denk het wel. Het was niet zo'n, ja, dat zat Evers in de ochtend. Ja. Je had Love Radio, kan ik me herinneren. Ja. Ja, dit moest er komen natuurlijk. Een commercieel radiostation. Ja. Met hits. Ja, met Veronica commercieel, dat zou het worden. Ja. En jij zegt, zou er een andere naam komen? Ja. Wij zaten in de serre van Studio Concordia in Bussum, waar KNL werd opgenomen in die tijd. En daar zaten we bij Rob de Boer. En toen gingen we het hebben over de naam van het station. En toen wilde het Radio 2000 noemen. Het was een hele futuristische naam. Ja. In 92. Ja, tuurlijk. Het was toekomstradio, wat wij gingen doen. Dat klonk hip. Radio 2000. Mm. Radio Oranje. Ja, ook nog de revue gepasseerd? 192. Ja. Nou, uiteindelijk kwam 538. Wie kwam daarmee? Weet je dat nog? Wie kunnen we dat toeschrijven? Is dat Erik zal zeggen dat hij het geweest is? Waarschijnlijk iemand van de oud-gediende die daar nog iets mee had met die frequentie. Hè? 538 was de frequentie. Wessel en ik zijn niet geweest. Hè? Nee. Veronica, toen het nog op het schip zat, stond een tijdje uit op 538. Ja. Ja. Maar nooit, dus de naam Veronica kon natuurlijk niet. Wel jammer eigenlijk achteraf. Kon niet. Ja. Nee, kon niet. Was natuurlijk de mooiste naam om te zien. Ja. Ik maakte al die jingles en ik had zoiets van, ja, Veronica. En toen kozen we voor 538 vanuit een soort, het is ons Veronica. En dat kun je ons niet afnemen, weet je. Het zit in ons bloed, wij zijn het. Bijna een lange vinger naar die achter. Er was wel boosheid en er was afgunst en verdriet en boosheid en onrechtvaardigheid en het was strijdvaardigheid. En om het toch dan maar Veronica gevoel mee te geven, werd het 538. Ja. De frequentie van het oude Veronica, wat natuurlijk ver voor mijn tijd was. Ik bedoel, alleen Lex had daar echt mee te maken gehad en wil. En daarom opende jij ook met An Everlasting Love? Nou, waarom die plaat is mij eigenlijk niet duidelijk. Maar ik deed op een gegeven moment. Was dat niet de tune van Veronica? Nou, ik deed heel veel vormgeving bij Veronica toen al. En ik ging de jingles maken. Hè. Ik was degene die jingles en vormgeving ging maken bij 538. Ik was echt zo'n freakje die het allemaal fantastisch vond.
En een van die liedjes die vroeger bij Veronica gedraaid werd, was The Love Affair met An Everlasting Love. Ja. En ik denk dat ik inspiratie heb gehaald dat zij toen al een Nederlandse versie daarvan hadden gemaakt. Een liedje daarop. Ja. Ik dacht van, oké, dit is cool. En toen heb ik een Nederlandse tekst geschreven. Het moet ergens nog zijn. Ik heb de originele airchecks nog van die uitzending. En Ellen Smit, de secretaresse tegenwoordig weer van Lex Harding. Dat was ze toen ook. Die kon goed zingen. En toen zei ik, Ellen, kan jij het liedje inzingen? En toen heb ik dus een instrumentale Everlasting Love gemaakt. Ik weet niet meer wat voor tekst. En die tekst met haar ingezongen. En dat voor The Love Affair geknipt. Hmm. En dat was de opening van 538. Ja, supermooi. En dat is inmiddels, dat was net gevierd, hè? Ja, 25 jaar. Ben je daar nog geweest? Ik was er niet. Oh. Ik was er omdat het gevierd zou worden. En toen werd het uitgesteld omdat het sneeuwde die avond. Ja, ja. En de keer daarna was ik op Ibiza. Wat heb je bij 538 allemaal gedaan? 9:12 's ochtends ook? Ja, het begon voordat wij begonnen met 538, toen heette het nog Hit Radio. Erik deed 7-9 live. Ik deed 9-12 live. Toen hadden we iets van 12 tot 2. Niet Wil Luikinga? Want Wil was het nog niet. Nee. Toen deed Erik 2-4. Ja. En ik deed 4-8. Dubbele shifts. Erik en ik hebben 2 maanden lang met z'n tweeën het radioseizoen gedraaid. Ja. Toen kwam Wil erbij. Want die had zijn contract nog bij Veronica. Of die mocht toen nog niet komen. En toen kwam Wessel op een gegeven moment. En toen werd het de omzetting op 11 december dat het 538 werd. Ik weet het niet meer. Misschien dat Erik nog steeds toen de ochtend deed. Ik deed goud waar je van houdt. Wil deed 12-2. Erik deed volgens mij 2-4. Ja, volgens mij nog steeds. En ik deed 4-8. De Mikey Mike Show, Club 538. Ja. Veel uurtjes. Veel uurtjes. Ja. 7 dagen per week. Hè. Hetzelfde muziek kiezen ook? Alles zelf kiezen. Ja? Ja. Ik deed weekend ook nog 9-12. Zelf muziek kiezen. We hadden de hits, ABC-hits. Degene die je gedraaid had, die zet hij achteraan. Ja. En verder koos je... Kijk... Vroeger werd je wel uitgekozen op basis van hoe uniek ben je in wat je doet, wat je zegt, je stem en de muziekkeuze. Dat is een belangrijk onderdeel van jouw persoonlijkheid. Ja, natuurlijk. Ja. En je hield er echt wel rekening mee dat het commercieel genoeg moest zijn, dat de luisteraar het leuk vond natuurlijk. Ja. Jij vroeg van anekdotes van toen, hè? Graag. Die overgang, dat was, ik vertel dat tegenwoordig ook vaak met lezingen, zo. Je hebt 4 miljoen luisteraars bij Veronica. Voor je gevoel luistert de hele wereld. En dan ga je naar Radio 538. Waarvan je denkt dat je nog steeds heel veel luisteraars hebt. En ik deed toen in die middagshow deed ik een spelletje. Dat werd gesponsord door Power Unlimited volgens mij. En Sega. En we gaven een Sega spelcomputer weg. Dat was echt wel een ding in die tijd. Ja, ja. Een Sega spelcomputer. Dus ik doe een spelletje. Nou, als we de Roepie Roepie deden bij Veronica, dan... Nou, ik weet niet hoeveel lijnen we hadden, maar er gingen echt 20 lijnen. Nou, die telefoon ging altijd, ook deed je geen spelletje. En ik doe een spelletje. Dus we geven een Sega-spelcomputer weg. En er belt niemand. Nou was het zo dat we niet heel veel telefoonlijnen hadden in die tijd. En wij pluchten nog wel eens de telefoonlijn naar de fax. Als we een fax moesten versturen. Een beetje even de telefoon eruit getrokken, ging een fax versturen. Ik zeg, joh, ben niet in het begin wie me produceerde. Ik zeg, je moet even de fax eruit halen, denk ik. De telefoon zit er niet in. En de telefoon zat er wel in. Wow. Dat is raar. Als we nou een spelletje spelen en er belt niemand, wat kan het dan zijn? Onze conclusie was, er luistert niemand. Er luistert gewoon niemand. Dan ga je denken, ja. Ja. En in het begin luisterde de denk ik ook echt niemand. Niemand. Dat is even een... Maar dat ging vrij snel, hoor. We hadden vrij snel heel veel fans. Ja. Heel veel fans echt aanhang. Ik denk dat we op een gegeven moment meer luisteraars in de studio hadden dan dat de mensen thuis luisterden. En goede community vorming, maar ik kan inderdaad die actie... Het was bizar, joh. Ja, die actie... Die actie die Erik bedacht had, van die 103 FM en... Ja. Ah, jongen. Dat luisteraars bij Radio 3 in de uitzending kwamen en die riepen dan stiekem... Radio 538 moet in de eter. Ja, dat was toch fantastisch. Ja. Ja, het is echt opgebouwd from scratch. Ja. Ja. En dat ging al dus... Je merkte wel sneller dat er meer luisteraars kwamen. Ja, dat ging wel redelijk snel. Ja. Maar...
zover als ik mij dat kan herinneren, mijn versie van de waarheid, zijn we 2 keer bijna failliet geweest. We hebben bepaalde periodes geen salaris gekregen. Omdat er te weinig cashflow was. Omdat er gewoon te weinig geld was. Of we kregen minder geld dan dat we zouden krijgen. Wij moesten wel heel creatief zijn in die tijd. Ik weet nog wel. We gaan van Veronica naar 538. En bij Veronica had je, weet ik veel, 3, 4 van die hokken waar je jingles kon maken. Waar 4 van die grote Fostex en Revox stonden. Van die bandrecorders met soms NOB-technici erbij. Alles kon. Ik moet jingles maken en jinglepakketten bij 538. Ik heb nog een foto van het eerste hok. Er staan 2 van die oude bandrecorders. Waarvan er 1 kon opnemen en 1 alleen maar kon afspelen. En ik ga naar Lex en ik zeg, Lex, hoe moet ik jingles maken? Hij zegt, moet heel creatief zijn. Ik zeg, maar dat kan niet. Hij zegt, dit is wat we hebben. En dit was net de tijd dat we Pro Tools hadden. Maar Pro Tools als, je had 2 sporen, verder gewoon niks, weet je. Je kon er echt niks mee. Maar ik was de enige die daarmee kon werken. Dus ik moest wel. Ik ging uitzoeken hoe dat dan werkte. En toen had ik een soort derde bandrecorder. Maar ik ging heel vaak een spotje inspreken. Had ik 1 bandrecorder om op te nemen. Eentje om het bedje af te spelen. Dan startte ik het bedje. Dan rende ik om. En dat was echt een end daar. Naar het inspreekhok. Ging die spot inspreken. Had ik hem 1 keer ingesproken. En had ik van Inkel geleerd dat je een 2e stem erop kon inspreken. Die banden, weet je, optillen. Ja. Dan flikkerde die banden natuurlijk uit je klauwen. Ja. Allemaal die spaghetti. En dan band A op band B. Andere band weer opnemen. Ja. En nog een keer. Ja, jongen, daar word je creatief voor. Ja, dat heeft wel zijn charme. Ja, ik vond het geweldig. Ja, dat is leuk. Geweldig, ja. Deed je ook drive-in-shows in die tijd? Ja, zeker. Zo ja. Kon je wel een beetje mee snappelen. Ja, verdiende wel veel geld. Ja. En ik heb in die tijd nog jingles bij je besteld. Samen met een vriend van me. Ja, ik zal ze een keer laten horen. Fantastisch. 293. Heb ik die ingesproken? Heb je 1 gesproken, ja. Maar wat? Voor de Tros? Nee, toen zat ik nog niet bij de Tros. Nee. Toen werkte ik nog bij, wat zal het geweest zijn, een Belgisch radiostation ergens. Ja, die laat ik je nog wel eens horen. Wat grappig. Dat heb ik leuk afgemixt toen met een beat. Wat grappig. TMF, wanneer kwam dat verhaal? Dat was 5 jaar later? 95. Oh, dat vrij snel. 538 werd, ik zeg altijd, 538 is groot geworden door een heel gedreven team en passie. Dat was jij onderdeel van Diepen. Iedereen ging er. Corné Klein werkte er ook toen, hè? Corné zat erbij. Ja. Ruud zat er inmiddels bij. Ja. Patrick, mijn neefje, zat erbij. Die deed alle cd's. Het was echt cd's opzoeken. Ja. En die was zo autistisch. Je moet je voorstellen, we hadden 10.000 cd's. Werd er een plaatje aangevraagd. Kan je Janet Jackson draaien? That's the way love is. 42.06. Hij wist het. Liep hij naar het hok, 42.06. Ja, ik wist, we zijn een familie van elkaar. Ik was ook half autistisch. Ik zeg maar, oh, je moet even 1608 pakken. Je hebt die verzamelste cd, track 3. Ja. Dat is Johnny Camp, Just Got Paid. Ja. En dan zat iedereen van, wauw, hoe weten ze dat? Ja. Maar ja, wat je zegt, als je 7 uur radio maakt per dag, elke dag, weet je inmiddels wel wat je in je systeem hebt staan. Ja. Toen we nog alleen maar cd's hadden. Ja, het team was enorm gedreven. Erik was natuurlijk echt een straatvechter die er alles aan deed. Dat, om die 103 te krijgen. Om die fanbuilding. Ja. Weet je, we hadden fanclubdags in Culemborg volgens mij, waar busladingen mensen naartoe kwamen. En toen uiteindelijk die zender, weet je. En ja, toen begon het. En toen, Arcade was natuurlijk wel de wat Herman Huisbroek deed en zijn bedrijf. De grote adverteerder bij 538. Wij waren de doelgroep voor Arcade. Ja. Die ongeveer 40 verzamelcd's per week uitbracht. Ja. En Wessel en ik, en misschien Theekamp ook wel in die tijd, spraken al die spotjes in. Ja. Ik denk dat Wessel en ik, ik kan geen bedragen noemen, maar daar echt wel van konden leven. Ja. Het was zoveel geld van die spotjes van Arcade. En ergens is daar het idee ontstaan van, ja, als je zoveel geld uitgeeft aan advertising, kun je misschien beter je eigen station hebben. Een eigen MTV, een Nederlandse MTV. Ja. En volgens mij had Lex het idee wel om dat te doen. 538 op televisie. Herman kon het goed gebruiken om zijn producten te verkopen. Ja. Herman wilde wel investeren met Arcade. En wel de TMF. Ja. En Lex was natuurlijk briljant in het vinden van talent. En voor mij was het de kans om op tv te gaan. Ik vond het ook leuk. Voor Ruud ook. Ruud ging toen televisie doen. Ja.
Bessel en Erik hadden natuurlijk al 100 jaar ervaring op televisie. Met Countdown, de top 40. En toen kwamen die meiden. Ik weet niet waar Lex ze vandaan had. Maar ineens we hadden een barbecue bij Lex thuis. En er zat een leuk meisje. We gebruikten andere termen in die tijd. Maar er zat een leuk meisje bij het zwembad. Wie is dat lekkere wijf? Dat is Fabienne. En die ken wel bij Team F. En toen hadden we ineens Isabel. En Sylvana was danseres. En Bridget kwam later. Ja. Leuke tijd. Leuke tijd. Ja. Hoe was dat om ineens herkend te worden op straat? Heel raar. Ja? Ja, heel raar. Vond je dat wel leuk? Ja, vond ik fantastisch. Maar het was raar. Want bij Veronica, wat ik zeg met miljoenen luisteraars, werd je niet herkend. Mooi, die stem. Ik liep bij Veronica op straat, op woensdag, met zo'n hele grote koptelefoon, met zo'n, een soort naga, een zender, met zo'n antenne. En dan liep ik met muziek terwijl je werkt. Ja. En Veronica komt naar je toe deze zomer. Ja. Hadden we zo'n de Radio 2-truc. En dan liep ik op de markt in Den Bosch of in weet ik veel. Met die zender. En dan was ik, wil je 3 plaatjes afkondigen? Ja. Nou, dan ging jij 3 plaatjes afkondigen. En mijn grootste fans in die tijd waren jongens die bijna overal bij waren. Die plaatjes gingen afkondigen. Die ook bij Veronica 's nachts, midden in de nacht, altijd zaten te luisteren. Michiel Veenstra. En wie is de baas bij Q? Ivan Reuven. Ivan. Ja? Ja, joh. Overal waren die mannen. Ja. Die hebben je gestokt. Het is helemaal niet gek dat zij zover nu doen wat zij doen. Die jongens hebben nachtenlang doorgebracht in studio's. Ja. Gewoon zo bekdicht zitten kijken. Ja. Mag ik koffie halen? Mag ik een plaatje halen? Weet je? En bij de live-uitzending, als ik met die zender rondliep, dan deden ze een plaatje afkondigen af en toe. Van iemand gaat het verhaal, die zelfs bij Frits Spits een nacht voor de studio heeft gelegen. Geloof ik. Naar binnen. Absoluut dedicated. Ja, dat zegt wel iets. Absoluut dedicated. Ja. En waar waren we? Ik ging iets vertellen over... TMF? TMF. Oh ja, hoe je dan ineens bekend wordt. Nou, ik liep daar met die zender, maar er was echt niemand die je herkende. Alleen doordat ik met een antenne liep die meestal boven de kerk uitkwam en zo'n koptelefoon, dachten mensen, nou die zal er wel bij horen. Ja, ja. Maar vanaf het moment dat je dan bij TMF op televisie was, elke dag 2 uur... Ja. Elke dag. En dan had ik ook nog, dat vond ik echt leuk. Ik had een filmprogramma. Ja. Dat vond ik fantastisch om te doen. Ik had een computerprogramma, Cyberspace. Ik deed de dag op 5 vaak live. En toen kon je niet meer over straat. Maar echt niet over straat. En ik heel blasé hoor, maar ik at al in de betere restaurants in Hilversum. Want ik ging ineens om met mensen die in luxe restaurants zaten. Ja. Ik ging vroeger nooit uit eten, weet je. Toen bij mijn ouders woonde, ja, je gaat uit eten als oma jarig is of zo. Weet je. 1 keer per jaar. 1 of 2 keer per jaar. Ja. En nu was het van, zullen we even uit eten gaan? Ja, in Hilversum ging je elke dag uit eten. En het hoefde niet allemaal super luxe, maar ik kwam niet bij de McDonald's. Maar als ik af en toe bij de McDonald's kwam, daar kon ik dus echt niet naar binnen. Dat ging niet. Ja. Die kids vlogen je om de nek. Dat was niet normaal. Allemaal maar in de restaurants waar ik dan at, of bij mijn man of zo, nou ja, er kwam echt niemand, weet je. Ja. En in de zomer hadden we dan de megafestatie, weet je, in de jaarbeurs. Ja. Daar moest je echt met 2, 3 van die dikke kleerkasten, moest je er doorheen. Anders dan kwam je er niet met Koninginnedag in Amsterdam. Ja. Als er niet 2 mensen je daar naartoe brachten, dan kwam je niet op de plek van bestemming. Ja. En dat is natuurlijk een gecreëerde hype op zo'n moment. Hè. Het is niet dat je niet over straat kon, maar ik hield niet... Ik weet niet of het raar klinkt, maar het is een radio-eigen ding. Ik hield niet van die mensen om mij heen. Ik vond het fantastisch om te doen, maar ik deed het nooit om beroemd te worden. En in het begin was het leuk, weet je, dan word je herkend en dan is het lachen. Maar ik vond het al snel niet meer leuk. Ik vond het niet leuk als er continu mensen naar me toe kwamen en op de foto wilden en gedoe met me wilden praten. Ik wil gewoon, joh, laat me met rust. Ja. Je scoorde ook nog een hit in die tijd, lees ik. Oh ja, natuurlijk, ik had Lipstick. Ja. I'm a raver, can't you see? Ja. Wie heeft dat ingezongen? Birgit. Oh ja, grootste hit van Birgit Lewis. Ja, goed. Ja, ze heeft nooit een groot rit gehad, plaats 2 gestaan. Zouden ze het nog zingen als ergens dat is? Ik weet het niet. Nee. Oh, het zong zij goed, hè? Ja, wow, nog steeds. Maar het zong ze niet laat goed. En je hebt ook remixes gemaakt voor Two Girls on the Fourth Floor, 24/7. Ja, heel veel. Toch even zeggen, want dat vergeten veel mensen, dat jij gewoon technisch ook heel sterk was. Je hebt die jinglepakketten gemaakt. Alle jinglepakketten van 50. Ja. Dat is wel cool. Totdat ze goed werden. Ja, als je die eerste jingles terug hoort, denk je echt van... Oh. Voor die tijd. Voor die tijd was het natuurlijk niet slecht.
Ja, ik ben nu wel heel trots als ik die pakketten hoor van de laatste 10 jaar. Dan denk ik van wauw, ja. Waanzinnig. Waarom ging je in 99 weg? Ik ging weg. Ja. Bij allebei. 538 TMF. Ik ging weg bij 538 TMF. Toch RTL 4? Dat ik ging naar RTL, ja. Ik zeg altijd, je moet doen wat je hart je ingeeft. Je moet vooral doen wat je leuk vindt. Ja, ook de boodschap die ik nu uitdraag, wat ik vertel aan alle mensen is, doe vooral wat je leuk vindt. Als je gelukkig wilt worden, moet je doen wat je leuk vindt. Mm-hmm. En misschien kan dat niet overnight, maar uiteindelijk, je moet doen wat je leuk vindt. En ik weet dat alle mensen die radio maken, doen dat vanuit passie. Vroeger ook, dat zijn mensen die doen dat niet voor het geld. Althans zeker vroeger niet om beroemd te worden. Die doen dat omdat ze freak zijn, omdat ze nerd zijn. Allemaal, iedereen. Die passie verdween een beetje. En dat heeft niks te maken met Lex of met Erik of met 538. Maar 538 werd natuurlijk wel een bedrijf. Het eerste moment kwam ik binnen en kon ik ieder plaatje uitkiezen. Ik deed de vrijdagavond met Corné. Ja. We konden alles doen. Het was waanzinnig. Ja. En toen was het, de muziek werd samengesteld door een computer of door een music director. Uiteindelijk mocht ik niet één plaat meer kiezen. Niemand. Uiteindelijk mocht ik alleen nog maar daar praten. Toen moest ik dingen gaan vertellen op die plekken. Mm-hmm. Toen dacht ik van ja, maar iedereen die kan lezen kan nu op de radio. Ja. Oh, je hebt het niet meer nodig voor mijn muziekkeus. Nou ja, er zijn meer mensen met leuke stemmen. En ik vind het niet meer zo leuk. Je werd voor je gevoel overbodig. Nee, ik leg het wel eens uit dat ik zeg van ja, ik was by far niet de beste DJ. Weet je? Ik heb me nooit echt bij de top geschaard. Maar ik leg het wel eens uit. Ik zeg van ja, stel nou dat je Messi hebt of Ronaldo. En die geven een blinddoek om. En die moeten met een verkeerde been achter ze voren voetballen. Ik weet niet of ze het nog zo leuk vinden. Ja. Ik vond het niet meer leuk. Ja. Maar ik vond het nog steeds wel leuk om een radio te maken. Ben je ook gaan doen met Jorin? Jawel, maar ik heb het toen met Erik over gehad. En mijn vrouw was in die tijd heel erg ziek. Toen zei ik wil niet meer. Ik deed radio, maar ik deed nog steeds al die pakketten en promos en alles. Ik werkte 14, 16 uur per dag. Heb ik altijd gedaan met 538. En ik wilde gewoon niet meer zoveel werken. Met Erik over gehad. Ik zei, joh, ik wil het weekend gaan doen. Laat mij vrijdagavond doen en het weekend. Door de week doe ik jingles, maar ik wil het niet meer live doen. Ik deed ook nog TMF's erbij. Ja. Had hij daar begrip voor? Had hij wel begrip voor, ja. Alleen toen kreeg ik een telefoontje van Joop van de Ende. En Joop die vroeg of ik bij RTL wilde komen werken. Of ik een programma voor Joop van den Ende wilde presenteren voor RTL. En dat vond ik fantastisch. Dat wilde ik heel graag doen. En dat was toch een ander soort televisie dan TMF. Mm-hmm. Voor mij was Joop een soort god van de Nederlandse televisie. Voor mij persoonlijk. En ik wilde graag televisie maken. Dat vond ik mooi toen. Ik was, hoe oud was ik? 28, 29. En ik dacht dat het ook wel goed zou zijn voor mijn eigen bekendheid. En dus ook voor 538. Ja. En daar heb ik misschien een denkfout gemaakt. Ik ben naar Joop gegaan. Joop heeft 2 keer met mij gesproken en zei van, wil je dat doen? Ik zei, ja, dat ga ik doen. En die bood mij een astronomisch bedrag. Om 1 keer per week een televisieprogramma te laten maken. En ik ben teruggereden naar Lex. Heel blij. Maar blijkbaar heel naïef. En ik kwam bij Lex. Nou ja, ik kwam bij Lex. Ik heb waanzinnig nieuws. Joop van den Ende heeft mij gebeld. En ik mag op zaterdagmiddag een televisieprogramma gaan maken. Voor RTL 4. En als het een beetje mee zit, mag ik straks een groot entertainmentprogramma gaan maken op RTL. Joop was toen al bezig met de voorlopers van Boulevard. Ja. En dat vond Lex niet zo leuk. Hij wilde het niet. Nou, Lex was niet blij met mijn enthousiasme. En ik schrok daar heel erg van. Want ik dacht van, wat heb ik nu fout gedaan? En toen zei hij, ik wil het niet hebben. Ik wil niet dat je dat gaat doen. En toen kwam ik best wel in een moeilijk pakket. Nou, Lex was echt heel erg boos. Ja. Ja, weet je, Lex was wel eens een soort tweede vader voor me. En ik kwam vaak bij Lex thuis. En ik denk dat Lex het gevoel had en nog steeds heeft van, ja, dit is een soort van verraad. Of overlopen. Overlopen. Zo zag ik dat echt niet, zo was het ook niet bedoeld. En hij stond op en hij zei, hij kijkt maar, ik ga pissen. En daarna hoef ik je niet meer te zien. Oh echt? Je bent een klootzak. Oh. En toen ging hij weg. Toen dacht ik, holy fuck. Ik ga pissen. Holy fuck. Wat gebeurt? Ik denk, nou,
ik moet naar, voor mijn grote broer, ik moet naar de Zwart. Dus ik reed naar de Zwart. Vanuit Bussum. En ik kom aan op de Koninginweg in Hilversum, waar 538 zat. En Lex had Erik al gebeld natuurlijk. Dus Erik, nou ongeveer hetzelfde verhaal. Ik zeg, klootzak, wat doe je nou? Dat kan niet, dat mag niet. En, ja. Ik begreep het ook echt niet. Ik zeg, ja, hoezo niet, Bobby? Het buit elkaar toch niet? In mijn optiek beet het helemaal niet. Het zou voor mij elkaar versterken. En Erik vond ook van niet. Ik zeg, ik ga het toch doen. Hij zegt, ik wil het niet hebben. Ik zeg, ga het toch doen. En toen was het einde 538. En toen verbood hij mij om dat te doen. Oh. Toen verbood hij dat. Mijn versie van het verhaal. Als je zijn versie moet horen, moet je dat aan hem vragen. Maar dit is wat ik me ervan kan herinneren. Ja. Maar kon je toen nog een afscheidsuitzending bij 538 maken met TMF? Of? Nou, toen zei hij, als ik jou zie bij Joop op tv, dan beginnen we een rechtszaak. Oeh, wat pittiger. Dat was een pittige. En dat was een lastige keuze. En toen dacht ik toch, ik ga toch naar Joop van Denne. En ik zie wel hoe het loopt. Ja. Nooit spijt van gehad? Nee. Nooit spijt van gehad dat ik het gedaan heb. Ik vind het wel heel vervelend hoe het gelopen is. Ja. Want ik was toen op zaterdag bij Joop op televisie. En op maandag werd er overal beslag op gelegd. Oh. En had ik een deurwaarder voor de deur staan. Met een dagvaarding. Of ik voor de rechter wilde verschijnen. Maar dus van dat clubje waar je net het Schompers, 8 jaar lang het Schompers voor gewerkt hebt. Ja. Dat is natuurlijk een voelt niet goed. Dat voelde niet goed. Nee. Nee. Het voelde niet fijn. En hoe is dat verder afgelopen? Nou ja, toen had ik 2 rechtszaken. Tegelijkertijd? Ja, 1 van TMF en 1 van 538. En ik begrijp het wel. Alleen, ik begreep het niet. Zowel Lex als Erik wilden verbieden dat ik bij RTL op tv ging. Of voor Joop van den Ende ging werken. Want ze vonden dat dat beet met 538 en TMF. En ik zag dat niet. En ik heb dat ook aan die rechter uitgelegd. Dat ik vond dat dat best wel kon. En dat er meerdere voorbeelden waren die zowel voor de publieke als de commerciële werkten. Mm-hmm. Of voor de NOS en de TROS. En ja. Ik zag niet zozeer in waarom het niet zou kunnen. Weet je, ik ging niet bij Radio 3 wat doen, bij een concurrent of zo, voor mijn gevoel. Of bij MTV. Nee, het was in mijn optiek was het niet concurrerend. Ja. En toen won ik die rechtszaak. Of althans, ik werd in het gelijk gesteld door die rechter. Ja. En toen zei die rechter, hij mag dat doen. En vervolgens, en ik begrijp het ook wel een beetje natuurlijk. Vervolgens zei Lex, dan hoef je niet meer bij TMF te komen. En Erik zei, dan kom ik niet meer bij 538 op de radio. Ja, zuur. En toen ben ik weggegaan. Ja. Hoe snel daarna was je bij Joran FM te horen? Wat bestond dat weet ik niet eens meer. Ik heb best wel een tijd bij 538 gewerkt hoor. Ja? Ook op de radio of backstage? Ja. Ja, want bij TMF kon ik overigens weg omdat ik geen contract meer had. Het contract liep volgens mij binnen een maand of 2 maanden af. Dus toen zei de rechter dat moet je uitdienen en dan is het aan jou. Dus dat heb ik gedaan. En Lex gaf mij geen nieuw contract, dus dat hield op. Ja. En bij 538 had ik nog een contract voor, ik denk, een half jaar of zo. Ja. En ik deed toen de piepshow met Kees Schilpel. Oh ja, moest je raden. Ja, en dat heb ik volgens mij nog maandenlang gedaan. Ja. Ja. Wat heb je bij RTL allemaal gedaan? Ook veel achter de schermen, een eigen productiemaatschappij gehad. Ja. Ik ben op een gegeven moment mijn eigen televisiebedrijf begonnen. Ja, dat is wel cool. Ja. Dat was, anders dat was eigenlijk meer noodzaak dan dat nou mijn grote droom was. Ja. Maar we kennen je natuurlijk van RTL en Autowereld. Je hebt veel met auto's gedaan. Ja, sorry. Maar dat boulevard is er nooit van gekomen. Nee. Ja. Nee. Ik ging op zaterdagmiddag Hollands Hollywood presenteren. Films? Nee, een soort showbizprogramma. Oké. Okay. Met Lucille Werner. Oh ja. En er kwamen allerlei grote en minder grote sterren voorbij. Ik vond het hartstikke grappig om te doen. Ja. Weet je wat het coole was? In Aalsmeer werken. En tussen Ron Brandsteder en Carlo Bossard en Henny Huisman en André van Duin. Dat is gaaf. Ja, natuurlijk. En wat ik me van die tijd herinner is dat we heel vaak op vrijdagavond, niet elke week, maar heel vaak op vrijdagavond, een soort diner hadden. Waar Ron en André en Henny waren. En Carlo en Joop. En dat was gaaf. Ja. En dan mocht je kijken naar de opname van André of van Ron. Ja.
En ik zat ineens in een spelletje van Ron en ik vond het geweldig. Weet je, het was een soort... Ja, tuurlijk. Ik vond het fantastisch. Jongensdroom. Jongensdroom. Ja. En toen deed ik het programma op zaterdagmiddag. En uiteindelijk, we zouden een dagelijks programma gemaakt. Een soort... Ik was fan van Entertainment Tonight. Groot entertainmentprogramma in Amerika. Daar had ik met Joop over gesproken. En toen zei hij, dat is wat wij in Nederland moeten gaan doen. Een entertainmentprogramma over entertainment, de showbiz. Ik zei, dat lijkt me te gek. Dat wil ik doen, dat vind ik leuk. Ja. Elke dag op RTL 4. En nou ja, dat is ook mijn versie van het verhaal. Onze goede vriend Leo van der Groot was toen de grote baas bij RTL 4. Had RTL echt wel weer sky high laten worden. Ging niet zo goed met RTL. Leo kwam en die haalde RTL echt wel weer uit het slop. Werd een groot succes. Leo was natuurlijk ook in de radioheld voor ons. En Joop had tegen ons gezegd dat dat programma elke dag rond etenstijd uitgezonden zou gaan worden. En Lucille en ik en onze hele ploeg wist niet beter dan dat dat zo was. Peter van der Vorst was toen de eindredacteur. Joost Timp was de uitvoerende producent. Volgens mij wist iedereen niet beter dan dat wij ergens rond etenstijd dat programma gingen doen. En om aan te geven de kracht van Joop van den Ende. Het is Oudejaarsdag 1998. En op 1 januari 1999 gaan wij dat programma uitzenden. Waarvan wij inmiddels overigens begrepen hadden een aantal dagen daarvoor. Ik zat bij Leo op kantoor, dit wilde ik vertellen. Ik zit bij Leo op kantoor, ik zeg, tof, weet je, het programma. Hij zegt, elke dag live, zo rond etenstijd. Rond etenstijd. Hij zegt, nee joh, na koffietijd. Het is ochtends. Ja, je komt na koffietijd. Volgens mij deden Mireille en Hans van Willigenburg 10-11 koffietijd. Ja. Hij zegt, nee, je komt met Lucio van 11-12, na koffietijd. Ik zeg, nee, volgens mij is het om 6 uur of zo, 6:30. Nee, zegt hij. Ik neem Joop. Marijke Schaaphok, die was toen de directeur. Ik zeg, hoe zit het? Hoop gedoe. Nou, ik weet niet wat het gedoe was, maar er was hoop gedoe. Het bleek dus niet rond het eten te zijn, maar het bleek wel 's ochtends te zijn. En als RTL het goed genoeg zou vinden, als soort pilot, dan zou het later naar de avond gaan. Plausibel verhaal. Ja. Weet je, alleen wij leefden in een andere veronderstelling. Maar goed, het is 31 december 1998. De dag erna gaan we live op televisie om 11 uur. We hebben de generale repetitie, einde van de middag. Oudejaarsdag. Iedereen is daar. De directie van heel Joop van den Ende producties. We draaien de generale repetitie. Daar loopt een mannetje of 30 crew op de vloer. Heel nieuw decor. En Joop komt binnen. En de deur gaat open. En Joop kijkt. Godverdomme. Wie heeft die kleur bedacht? En wat had gezien, wie heeft die kleur bedacht? Dat decor. En dat decor. Godverdomme, dat is niet goed. Dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Allemaal anders. En toen dacht ik echt van, nou kun je natuurlijk de god van de Nederlandse televisie zijn. Je bent Joop van den Ende. Maar dit decor, waar het NOB toch echt een paar weken aan heeft gesleuteld om dit decor te bouwen, dat kan niet morgen. Oudejaarsnacht op nieuwjaarsochtend. Kan niet ineens een heel ander decor zijn. Nee. In een andere kleur. Ik kom 's ochtends. 1 januari. Ja. Om 7 uur 's ochtends. Kom ik in de studio voor de make-up. Er staat een nieuw decor. Andere studio, andere kleuren. En toen dacht ik echt van, deze man is god. Ja. Dat is niet normaal. Die gasten van het NOB hebben de hele nacht doorgetimmerd en doorgezaagd. Er stond een compleet nieuw decor. Ah. Zo mooi. Ja. En toen zijn we dat programma gaan maken. Met heel veel plezier. Ja. En na 4 maanden had ik daar geen zin meer in. Maar? Nee, ik vond het... Was het niet leuk? Niet leuk. Wat was er niet leuk? Het live televisie maken vond ik heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Zoveel van geleerd. Maar het probleem was... Ik was een beetje verwend natuurlijk bij TMF. Ik deed interviews met de Spice Girls. Ja. Met Janet Jackson. Ja. Met, weet ik veel, George Michael. Je hebt samen gesproken. Phil Collins, weet je, artiesten. Ja, en nu? Ik weet nog wel, ik had de zus van André Hazes. En ik heb niks tegen de zus van André Hazes. Nee. En ik heb niks tegen Anneke Greunlo. Want dat zijn op hun vakgebied vakmens. En ik zou daar nu anders mee omgaan. Maar toen dacht ik, ja, weet je, ik doe de Spice Girls. Ja.
En ik weet nog dat Solid Harmony was in Nederland. En die stonden op 1. En Florent, die was toen de plugger bij Zomba. En ik belde Florent. Ik zeg, joh, kan ik Solid Harmony gewoon in de studio krijgen? Ja, tuurlijk. Toen ging ik met Peter van der Vorst overleggen. En met Joost. Ik zeg, joh, ik ga niet Anneke Kreuneler doen. Nee. Ik doe de Spice Girls morgen. Die staan op 1 in de top 40. Solid Harmony. Ja. I'll be there for you. Ja. Nou, ik kreeg een discussie dat dat niet in de doelgroep paste. En dat paste niet in het programma. En Anneke Kreuneler wel. En toen zei ik, weet je wat? Dan moet je het lekker zelf. Maar als dat niet in dit programma past, pas ik er ook niet in. Ja. Dan ga ik weg. Ja. En toen ben ik naar mijn Marijke gegaan en met Joop gesproken. En zei ik, Joop, ik word er niet. Ik word er niet blij van. En ik zeg, je hoeft me niet meer te betalen, maar ik stop ermee. En dit gebeurde kort nadat ik al mijn geld was verloren op de beurs. Toen ik bij 538 wegging, had ik al mijn geld in de beurs gestopt. Dus ik ging weg bij 538. Ik had die rechtszaken bij 538. Mijn oma, die mijn alles was, die overleed. Mijn vrouw lag in het ziekenhuis, die ging bijna dood, die was doodziek. En heel mijn leven stortte in elkaar. En toen dacht ik ook, ik ga stoppen bij Joop van den Ende. Ik ga wel wat anders doen. En toen zei Joop tegen mij, dat was echt onwaarschijnlijk. Hij zegt, ik blijf je gewoon doorbetalen. Want wij hebben een afspraak. En wij hebben een contract en daar hou ik je aan. Want dan had ik net van iemand anders gehoord. Ik denk, oh nee, niet nog een keer. Toen zei ik, hou je eraan. Dus jij blijft beschikbaar dat als ik een programma heb wat jij wel leuk vindt, dat jij dat gaat presenteren en ik betaal je gewoon door. En Pet, dat was echt bizar veel geld. Bizar veel geld. Ja. En ik had geen geld meer. Ik had bijna 2 miljoen schuld. En ik wist echt niet hoe ik de eindjes aan elkaar moest knopen. Maar ik denk, ja, ik ga wel heel veel drive-in-shows doen. Ik ga wel iets spotjes afspreken. En Joop die zei, ik blijf jou betalen. En dat geld was net genoeg om de maandelijkse schuld die ik aan de bank moest terugbetalen te dekken. Dus dat heeft me een beetje gered. En een paar maanden later hadden ze een nieuw programma voor me. En toen ben ik een programma op RTL 4 gaan doen om 8:30 s'avonds. Oké. Okay. Ja, ineens 2 miljoen kijkers. Goeie beslissing. Ja, dat was op zich goed. Ja. Ja. Mis je het, tv maken? Nee, totaal niet. Nee? Mis je het radio maken? Nee, totaal niet. Hoe verklaar je dat? Iets wat je zo met zoveel passie hebt gedaan. Ja, ik ken het zelf ook. Ik ben het ook een beetje kwijt. Ik doe het weer. Zoals jij het nu ook doet. Ik maak podcasts. Ja, podcasting. Ja. Ik zit kort geleden bij Wouter van der Goes op de radio. Ik ben met een programmaatje zelf een documentaire gemaakt op NPO 2. En Wouter belt. En dat vind ik tof, weet je. Hij zegt, joh, ik zie dat je op televisie bent. Wil je wat vertellen in het programma? Ik zeg, dat is goed. En je weet hoe het gaat. Ik vind Wouter top en... Ik vind het leuk als die me belt dat het in het programma mag. En is van, ja, het moet allemaal kort. Kun je even 30 seconden uitleggen hoe je gelukkig wordt? He, kun je even uitleggen in 2 zinnen hoe je succesvol wordt? Nee, dat kan ik niet. Want daar heb ik normaal een halve dag of 2 dagen voor nodig. Of een programma van 10 weken. Dus ik kan dat niet. En dit is waar ik denk dat radio en televisie het gewoon echt niet begrijpen. Ik vind het leuk om in RTL Live te komen. Maar als ik in 2 minuten moet gaan uitleggen waarom ik 1000 mensen gelukkig maak en dat ik dat niet doe en waarom ik dan zo raar praat. En weet je, ik kan het niet uitleggen. Mm. Dus dan denk ik van, hey, ik mag dan bij jou in een podcast komen en we hebben een gesprek van 1 uur of 1,5 uur. Daar kijken, weet ik veel, 30.000, 40.000 mensen naar. En ik krijg daar heel veel positieve reacties over. Natuurlijk, andere mensen branden je af. Oh, prima, dat mag. Maar heel veel mensen die geïnteresseerd zijn, die dus 1 uur lang naar de inhoud gaan luisteren, dat vind ik fantastisch. Ja. En misschien ziet het er allemaal niet zo perfect uit en klinkt het iets minder. Maar de inhoud is interessant genoeg blijkbaar om te kijken en te luisteren. En dat vind ik met heel veel dingen die online gebeuren. En ik doe met Cindy nu elke 2 weken doen we het nu. Wekelijks vonden we echt te veel, dus het is best wel intensief, vind ik. Elke 2 weken nemen we een podcast op van 1 drie kwartier, 1 uur. Ik vind het leuk. En voor mij is dat net als radio maken. Ik doe bijna elke week een online uitzending. Of via mijn Facebook Live of via YouTube. Ik doe elke volle maand doe ik een meditatie. Ja, dan kijken er 1,000 mensen. Ik vind het fantastisch. Ja. En ik zit weer te knutselen met een klein cameraatje en een microfoon. Ja. En dan heb ik weer een lampje. Het is net zoals toen we met radio begonnen op je zolderkamer. Ja, dat niveau. Pionieren. Ja, dat vind ik leuk. Echt pionieren. Ja. En nu heb ik weer professionelere software gekocht. Ja. En het wordt steeds echter, weet je.
En we zijn nu een nieuw huis aan het verbouwen. Ik laat een hele televisiestudio bouwen. Weet je, echt mooie akoestiek, laat licht ophangen. Ja. Het wordt een televisiestudio, dus het wordt professioneel online. Ja. Dat is voor mij de manier van radiomaken van nu. Ja. En ik denk op deze manier, als we zo doorgaan, dat we over een tijdje ook 100.000 luisteraars hebben. En er is niemand die zegt wat ik moet doen of niet mag doen, of dat lang of kort moet zijn. Ik vind het te gek om op deze manier te kunnen werken. Maar ja, het kost wel allemaal geld. Heb je al een verdienmodel? Of is het voor jou nog steeds investeren? Nee, ik ook niet. Ik hoef er ook geen geld aan te verdienen. Wat vind ik gewoon leuk. Wat is de plus? De plezier wat je eruit haalt? Ja, ik haal er heel veel plezier uit. Ik vind het leuk om te doen. Ja. Ik koop vorige maand Logic Pro. Omdat GarageBand toch een beetje... Het is een keer vastgelopen ook. Hè? Het liep vast. Ik was mijn podcast kwijt. Ja. En dan denk je van, ik maak mezelf al een jaar wijs dat ik Logic weer moet kopen. Ik koop Logic en ik vind het te gek. Ja. Ik ben aan het knippen en dingetjes aan het maken. Ja, misschien moet je dat uitbesteden, maar ik vind het leuk. Ik vind het leuk om de hele nacht aan mijn laptop te zitten en die podcast te knippen. Ja. Dat vind ik leuk. Ja. En dan zie ik dat te processen, dan denk ik van, dit klinkt net even lekkerder dan al die anderen. Het klinkt mooi. Ja, je tweet het goed. En dan zeggen andere mensen, het klinkt altijd zo mooi. Ik zeg, yes, dat vind ik leuk. Ja. Hoe heet de podcast voor mensen die willen opzoeken? Master Your Mindset. Ja, staat regelmatig in de top 10 bij iTunes. Ja, ja. En jij spreekt ook wel eens met andere mensen. Ja. En je interviewt ook. We hebben nog niet over je schrijven gehad. Dus werd 2 boeken uitgebracht. Ja, 2 boeken zelf geschreven en vertaald. Ja. Komt er nog een boek? Nou, ik heb net, hij ligt daar. Ik heb Master Your Mindset, wat dus blijkbaar Master Your Mindset heet. Ik wist dat ook niet, maar ik sprak erover met wat Amerikanen. Ik zeg een boek geschreven. Ik zeg, het heet Master Your Mindset. What? Master Your Mindset. What? En uiteindelijk hij zegt, you mean Master Your Mindset. Master Your Mindset. Ik zeg, ja, Master Your Mindset. Nou, overdreven. Maar het is dus Master Your Mindset. Net als Mastery. En dat heb ik nu ook met een Engelsman besproken. Die zegt, het is Mastery. Dus het is nu Master Your Mindset. Maar dat terzijde. Ik had een boek geschreven. Ik ben heel trots, want we hebben er meer dan 30.000 verkocht. Vind ik knap. Je zegt steeds beurt, dat bedoel je mee samen met Cindy? Nou, ik doe alles met Cindy samen. We hebben het bedrijf Mastermind Academy. Het is ook echt een bedrijf aan het worden nu. En ik heb een uitgeverij. Echt een boekenuitgeverij. Ja. Die heb ik met Elise de Bres, mijn uitgever. En dat doen we 50-50 allemaal. En ik heb het boek uitgegeven. Dus wel via een echte uitgeverij, maar toch nog steeds in eigen beheer. Dan is 30.000 boeken heel veel. Mm-hmm. En ik heb het boek vertaald, want we gaan dit jaar in het Engels uitbrengen. Naar het Engels dus vertaald. En heb ik zoveel bijgeschreven, maar echt zoveel. Om je een idee te geven, het was 56.000 woorden. Ik heb er 20.000 woorden uitgeschrapt. En het nieuwe boek is bijna 80.000 woorden. Waarop de uitgever en mijn vertaler en mijn redacteur zei, maar eigenlijk heb je een nieuw boek geschreven op basis van het oude boek. Maar het is bijna een nieuw boek. Ik zei, nou, dan geven we het gewoon opnieuw uit als de herziene versie. En nu, die hebben we dus nu net afgelopen week gelanceerd. En dat is het nieuwe boek geworden, dus feitelijk mijn derde boek. Ja, komt daar ook een audioboekversie van? Die ga ik inspreken. Cool. Ja. Dat is ook alweer een beetje in opkomst, hè? Veel mensen luisteren de audioboeken. Ja. Dat voor Think, Grow, Rich, wat ik dan vertaald heb, audioboek van Napoleon Hill. Ja. Die heb ik ingesproken, waarvan ik dacht, dat staat er in 2 weken op. Nou, dat duurde echt weken voordat ik dat echt goed had. Ik weet niet hoeveel daarvan gedownload zijn, maar dan heb je het echt over heel veel. 10.000, echt heel veel. Ja. En ik ben nog niet toegekomen aan het inspreken van die anderen. Dat ga ik nu doen. Maar ik heb nu zoiets van, laat ik mijn studio maar even afwachten. Dan klinkt het wel ook echt wel weer goed. Dus dat, ik hoop voor de zomer dat het af is. Ja. Leuk om te doen. Hè? Nog even kort over radio. Ja. Wat denk jij wat de redding voor de radio zou zijn? Zouden wij discjockeys, zouden de discjockeys de muziek er zelf moeten gaan kiezen? Wat moeten ze? Of is het zoals het is? En het is wat het is. Ja. Geen adviezen? Aan jonge discjockeys, doe eens wat meer dit of leg jezelf meer erin. Of... of zeg je dan is het opa predikt. Laat ze het maar zelf uitvinden. Ja, ik vind het heel erg opa predikt. Maar ik meen het wel heel erg oprecht. Ik vertelde jou net, voordat wij begonnen, ik luister nooit meer naar radio. En waarom niet? Omdat het zo niet boeiend is. Ik luister altijd naar audioboeken, podcast. Ja. Weet je, ik heb Gary Vaynerchuk opstaan, Tony Robbins, Wayne Dyer, Bob Proctor. Dat vind ik leuk om te luisteren. Ik luister nooit naar de radio. Ik
Curry heb ik nog wel eens een podcast van, vind ik grappig. Maar ik rijd dan wel eens in Nederland in de auto dat de radio even aanstaat. En dan hoor ik een stem. En dan hoor ik daarna een andere stem en weer een stem. En dan denk ik van, iedereen klinkt hetzelfde. Iedereen zegt hetzelfde. Ik hoor geen enkele ontwikkeling in radio tussen, laten we zeggen, 20 jaar geleden en nu. Ik hoor niks nieuws waarvan ik denk van, wauw, ik ben een fan van Frank Dane. Die vind ik goed. Ja? Die vind ik echt goed. Wat is daar zo goed aan? Hij is de enige die goed is. Echt? Ja. Omdat hij zichzelf is, of die iets anders brengt? Ja. Omdat hij niet zo is als die andere 100 die allemaal hetzelfde klinkt. Hmm. Omdat hij het lef heeft om misschien wat anders te doen. Omdat hij veel intelligenter is dan al die andere jongens. Ik weet het niet. Ja. Het is iets, het is magic. Waarom was Stennis vroeger zo goed? Waarom was Van Inkel vroeger zo goed? Waarom is Van Diepen altijd goed? Waarom is er daarna een generatie gekomen waarvan ik denk van, wie? Nou, inwisselbaar. Nou ja, inwisselbaar. Ja, voor non-stop muziek, dat kun je beter doen. Nou, maar serieus. Ja. Wat voegt een dishoekje nou nog toe? Dat is toch helemaal niks. Ja. En dus wat is de toegevoegde waarde van een dishoekje? Dat hij uniek is, dat hij iets vertelt waarvan jij als luisteraar denkt, dat is cool, dat is boeiend. Evers vind ik nog steeds goed. En daarvoor roepen mensen, hoor ik ook wel eens van, ja, dat is ook wel geweest. Ik denk, ja, ik vind het heel knap wat Edwin doet. Nog steeds met die jongens erbij, vind ik heel knap. Vind ik radio zoals het hoort. Misschien moet je het vernieuwen, misschien niet. Waarom zou ik het vernieuwen? Het is nog steeds leuk zoals het is. Maar doe iets. Doe iets waardoor je denkt van, daar wil ik naar luisteren. Daarvoor blijf ik thuis. Nou, en zou je het nog kunnen nu? En nee. Willen? Nee? Ik weet zeker dat ik het niet meer kan. Dat je het niet meer kan? Ik kan het niet meer. Wat mis je dan? Een routine. Ja, ook dat is waar. Bedoel, ik heb inmiddels ook alweer lang geleden. In 2011 heb ik Niek vervangen bij 538 een paar weekenden. Toen ontdekte ik al dat ik het eigenlijk niet meer kon. Dat het gewoon niet meer mijn ding is. Maar wat mis je dan? Je mist de techniek gewoon. Ja, daar moet ik echt gaan oefenen. Ja. Dat ik denk van, hoe werkt het? Weet je? Ik snap het niet meer. Dan kan je weer aanleren. Ik ken de muziek niet. En dit klinkt als opa. Ik vind het echt allemaal dom gelul. Ik vind echt nergens. Maar je hebt jezelf ook ontwikkeld natuurlijk de afgelopen tijd. Dus ik moet ook niet op de radio. En ik weet nog heel goed, toen wij met 538 begonnen, dat ik tegen Lex zei, Lex, jij moet een programma gaan doen. En dat Lex, die was toen mijn leeftijd. Ik denk dat hij 45, 48 was. Dat jij. Nee, dat is voorbij. Lex was natuurlijk, die had zich ontwikkeld. Hij was zakenman, ja. Hij was directeur, radiobaas. Ja. Ik denk als Lex dan op dat moment radio was gemaakt, dat ook niks meer was geworden. Mm. Dat moet ik ook niet doen. Nee. Ik moet het niet doen. In de tijd dat wij bij Veronica zaten, een paar jaar geleden, dacht ik al van ja. Ik vond het waanzinnig leuk om te doen. Ik vond het echt waanzinnig. Mm-hmm. Ik denk voor mezelf dat het heel fijn was om bij Veronica toch het laatste op de radio te hebben gedaan wat ik weer heb gedaan. Ja. Op zaterdag, hè? Ja, gaf me een goed gevoel, dat weekend. Maar toen dacht ik al van, joh, weet je, je moet met je 48 moet je niet nog Champions League willen spelen. Hmm. En dan moet je ook niet, maar zo zit ik in elkaar, moet je ook niet bij de F's of bij de IJsselmeervogels op zaterdagmiddag gaan hobbyen. Dat moet je niet doen. Gaan we het anders doen. Ik doe wat anders. Ja. Misschien heb ik me ontwikkeld. Ik doe iets heel anders. Wat ik leuk vind. Dan moet je niet teruggaan naar waar je niet meer goed in bent. Ja. Nou, dat is een serieus inzicht. Er zijn dishoekjes die gaan te lang door. Je hebt dus niet het gevoel dat je te kort met radio bent doorgegaan. Dat je het nog wel tot 2010 of zo. Of 2005. Nou ja, bij nader inzien wel. Ja. Er waren twee redenen om te stoppen. De ene heb ik verteld. De andere was, toen ik 29 was en Ferry Maat was 40 en Tom Mulder was 40, dat ik dacht van, wow. En dan? Mm-hmm. Dit vak kun je niet eeuwig doen. Ja. He, je kunt niet allemaal Frits Spits zijn die met 89 nog op de radio kan zijn. Ja, maar weet je, het houdt wel een keer op. Ja. En in die tijd was 40 was echt, dat was niet als je 40 of 50 was, dat je nog op de radio lekker kon freewheelen zoals we dat nu doen. Ja. En dat zag ik wel als een potentieel gevaar. Dat ik dacht van ja, maar ik moet aan de toekomst denken. Ik ben niet de allerbeste die op zijn 40ste, 50ste nog bij de radio gaat zijn. Dus ik moet of een soort
iets anders bij de radio gaan doen, dat ik wel achter de schermen kan blijven werken, of iets in de media, of ik moet met een bedrijf gaan beginnen. Nou, dat werd noodzaak, omdat ik toen mijn geld verloor. Ja. Toen ben ik een mediabedrijf begonnen. Wat succesvol is. Wat succesvol. Ja. In eerste instantie succesvol werd. Ja? Ja, daarna niet. En het tweede bedrijf dat ik begon, is uiteindelijk dat weer een succes. Ja. Ja. En daarom ben je nu ook een man die gewoon dingen kan proberen. Ja. En ook kan investeren. Ja. Wat natuurlijk fijn is. Mensen die met jou in contact willen komen of nog iets meer van jou willen zien. Ja. Je hebt gewoon michaelpilacic.com en .nl. Ja. Ja, daar is de podcast. Ja. Jij geeft regelmatig de seminars in Nederland. Ja, we doen live dingen op Facebook, YouTube, in het land. Ongeveer elke 2 maanden doen we live events. Ja. Wordt er ook over radio gesproken, net zoals we dat nu gedaan hebben? Of nou, ik vertel mijn levensverhaal. Ja. In de basis, zeker op de langere events, vertel ik van waar ging het mis. Ik ben heel open over waar ging het mis. Mm-hmm. Wat ging er fout? Mijn allergrootste droom, jouw grootste droom, was om bij de radio te werken. Ja. Dus ik had een droom, ik wilde die droom waarmaken. Wat heb ik gedaan? Het verhaal opvallen bij Ferry Maat, het bandje maken met die rare muziek. Ja. Het niet meer leuk vinden, ermee stoppen. Mm-hmm. Weet je, al die dingen vertel ik. Dus ik laat ook foto's zien van toen, van 538. Ja. Ja, ik ben heel trots dat ik die eerste plaat mocht draaien. Dat je voor altijd verbonden blijft aan die oprichting van dat station. Ja. Dat ik met die mensen heb mogen werken. Heel veel van geleerd. Zou je nu een radiostation, zou dat nog beginnen? Nee, natuurlijk niet. Slechte investering? Of gewoon niet meer... Nou, als ik mijn geld erin moet stoppen, zou ik dat niet doen. Nee? Nee. Omdat het... Nee. Omdat de mensen die ik ken niet naar radio luisteren. Nee. Mijn zoon luistert niet naar de radio. Die wil DJ worden. Die is nu... Hij wordt 17. Die DJ't. Mixen. Ja, mixen en plaatjes maken, weet je. Hij wordt Martin Garrix of Armin, vindt hij. Ja. Of vlogger. Nou, daar heeft hij dan weer niks mee. Hij wil echt wel produceren en muziek draaien. Ja, zijn vader heeft in de top 40 gestaan. Maar niet praten op de radio. Nee. Want heb ik het ook met hem over gehad. Wat zegt hij dan? Zijn er niet bij 538? Ja. Nee, 538. Echt? Nee. Dat is gek. Het is helemaal niet cool. Hmm. En zijn vriendjes, want dan zeg ik ook, luisteren jullie naar de radio? Nou, Slam nog misschien een keer, maar eigenlijk nee joh. YouTube, af en toe Spotify, ook niet echt. Snapchat. Ja, heel veel Snapchat. En mensen in mijn omgeving die luisteren Spotify. Ja. Dus ja. Zet je ballen niet meer op radio? Maar ja, dat heb je ook niet gedaan. Ik luister op Ibiza, luister ik radio. Ja. Er was een waanzinnig station, dat heette Flash. Flash FM. Was, ja, want ik kan het niet meer vinden. Maxima FM. Ja. Waanzinnig station. En je hebt Global Radio nu. En je hebt, volgens mij heet het Los Cuarentos. Een soort top 40. Mm-hmm. En dan heb je een soort Radio Veronica, Nostalgic. En dan hoor je YouTube voorbij komen. Yeah. Dus ik vind in Spanje dat er wel gave radio is. En dan zit ik in de auto, ik heb zo'n oude Jeep. Maar dan hoor je dat die processing goed is of niet goed is. En dan hoor je gave jingles. En dan hoor je dat die jingles knallen. En ja, dat vind ik mooi. Ja. Dat blijf ik mooi vinden. Oké, want je bent geëmigreerd. Je woont op Ibiza. Ja. Ja. Nou ja, ik ben niet echt geëmigreerd. Ik woon daar veel, maar zoals je ziet, ik probeer er zoveel mogelijk te zijn. Ja. Maar ik ben ook best wel vaak hier. Weet je, ons bedrijf is in Nederland. Onze mensen werken in Nederland. Alles kan natuurlijk online. Maar het is ook wel fijn dat je elkaar af en toe even in de ogen kan kijken. Ja. En weet je, mijn kind woont in Nederland. Die gaat hier naar school. Mijn ouders wonen hier. Dus ik... heel veel vrienden hier, dus ik wil hier wel vaak zijn. Maar ik vind het fijn om mijn mooiste leven wel in de zon te leven. Ja, dat is ook de slogan. Leef je mooiste leven. Leef je mooiste leven, absoluut. Oké, Michael, wil je nog iets toevoegen aan dit gesprek? Of zeg je, we hebben je vriendin lang genoeg laten wachten? Ik vind het zo leuk wat jij doet. Wat? Ja, nou, gewoon wat je doet. Oh ja. Ja, dit soort dingen met die podcast, dat vind ik... dat is leuk. Ja. Waar hoor je op de radio dit soort... Interessant, ik weet niet of dit gesprek interessant was, maar weet je, laatst met Ferry Maat en ik vind je af en toe hele leuke gesprekken voeren. En dat vind ik online heel vaak, dat ik denk van, het gaat, de eindbazen ook, weet je, die hebben podcasts met mensen dat ik denk van, cool, dat vind ik leuk. Ja. Kan ik met gemak een uur of soms wel eens, soms 2 uur vind ik dan wel lang, maar kan ik wel naar luisteren, vind ik leuk. En het enige wat ik mij nog van radio kan herinneren is Annette van Tricht op woensdag tussen 11 en 12. Had zijn programma, dat heette Kletskop. Dat was een uur lang lullen met 3 plaatjes. Ja. Vond ik interessant. Ja. Waar kan dat nog?
waar kun je op televisie nog een verhaal doen? Want het moet allemaal snel en kort. Ja, en weet je, dat, hou op met dat oppervlakkige. En dan hebben ze het over diepgang. Denk van ja, er is geen diepgang. Het hoeft niet altijd diepgaand te zijn, maar het moet wel leuk zijn. Ja, misschien moeten we daar eens over nadenken. En dit was leuk. Ja. Een talk radio. Ja. Ja, het is het toch, het is er online. Ja. Nou, fijn. Ja. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Leuk. En we blijven je podcast en alles volgen. Mikey Mike. Thanks, man. Yo. Dankjewel. Leuk. Dankjewel.